Geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, dit is misdadig. Welkom bij het weekoverzicht van week 42 van 2024. Uh, weer met Jeroen uit Paraguay en ik ben nog steeds in Portugal. Uh, voorlopig voor het laatst. Volgende week ben ik weer in Nederland. Hai Jeroen, hoe is het ermee? Ja, hallo. Willem. Ja, uh, prima. Ja uh, Het is, uh, begin dat ik, We gaan lekker naar de zomer toe. Dus het is vandaag ook uh, 33 graden. Heerlijk weer. Het is. Uh, nee, ik mag niet klagen. Heerlijk. Nou, mensen horen het misschien wel een beetje aan me. Het... Ik ben een beetje verkouden. Ja, dat was je vorige week eigenlijk al. Dat heb je toen niet verklapt? Ja. Toen voelde ik het al aankomen en nu heb ik het ergste gehad. Ja. ja, maar we gaan het deze week binnen een uur doen, Willem. Wat denk je? Ja, dat heb ik beloofd. We gaan het proberen. Ik kan alleen de intentie geven. En over de bonusuitzending. We hebben veel positieve reacties gehad op jouw zuurdecembrood. Dus ik denk dat we volgende week of deze week met de bonusuitzending wat dieper in moeten gaan op gezonde recepten. Ja, eindelijk wat nuttigs. Dus ik ga gewoon een, uh, een co-cursus geven. Hoe bak je nou echt zuurdesembrood? En, en komt er eindelijk wat zinnigs uh, bij mij vandaan? Hé, hey, um, laten we gelijk beginnen. Als we, proberen. we gaan proberen binnen een uur, maar uh, ben, ik ben niet heel optimistisch dat dat gaat lukken. Nee, de the Bethlehem with bullshit houden ze goed vol. Het hele jaar zit chock en chock vol. Goed, daar gaan we, weekoverzicht. Oh, nog even, eh, voordat we beginnen, ga naar de website van die facto. Als je je e-mailadres nog niet hebt achtergelaten, eh, dan krijg je altijd een nieuwsbrief met de nieuwste uitzending. En wil je ons steunen, dan wordt dat enorm gewaardeerd, ook al is het maar een euro eh, per maand. Ja, Schoof was geen zesde, maar. 18de keus. Oh. Uh, voor wie? Dus het was helemaal geen opgezet ja. plan om hem uh, als uh, Mister nee, T nee, 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 nee. te laten maken. Nee. Nee, ze konden geen kandidaat vinden die deze job wilde doen. Dus uiteindelijk hebben ze hem maar het ministerie leeggemaakt. En daar uh, schoof vandaan getrokken. Een uh, onbekende man. Ja, hij was wel uh, directeur bij uh, NCTV en bij de AIVD. Hij was uh, SG bij Justitie. Maar hij was verder volledig onbekend. En verder kwam hij voor helemaal nergens als kandidaat in beeld. Maar wij hebben hem toch maar primair gemaakt. Ja, eigenlijk moeten we het zien dat uh, er anders... Helemaal geen premier was en hij heeft zich opgeofferd om het dan maar te worden. Precies. Ja, voor het belang van het land uh, heeft hij het maar gedaan, want anders hadden we zonder premier gezeten. Huh? Maar goed, allemaal bullshit natuurlijk. Uh, het was vooraf stond vast. Dit moest hem worden, meneer Schoof uh, moest uh, premier worden. En uh, zo kwam de Deep State uh, op de post van premier te zitten. En nog meer schoof, uh, schoof uh, NOS-nieuws, mogelijk volgend jaar meer geld uh, naar Oekraïne. En dat zei hij vandaag in een debat met de Tweede Kamer. Ja, dit verbaast ja. natuurlijk niet. Hè. Um, Geert kan roepen wat hij wil. Dat heeft hij dan ook weer bedongen. Hij is zo vrij als een vogel. Want het heeft toch geen invloed. We maken gewoon uh, de rit af van Rutte 5, 6 en 7 op naar agenda 2030. En de zetelverdeling van peiling 12 uh, oktober. En er zijn een paar opvallende dingen. Ja, eerst wat mij opvalt, Willem. En dat mag jij zo meteen uh, wat jou opvalt uh, zeggen. Maar het CDA met die bontebal. Um, acht zetels erbij. Hoe bestaat dat? Um... Ja, maar nou moet je niet bal alle credits geven. Ik bedoel, het is nog steeds puur afhankelijk van ontzicht. Dat is de grote geweldenaar hier. Ja, min 16. Hè. Ja. Heeft, ik vind het knap dat hij nog steeds vier overhoudt. Terwijl hij hele, de hele bevolking uh, bedrogen en belaasterd heeft. Ik snap dat hij overspannen is daarvan. Want dan brengt toch een hoop spanningen met zich mee. Maar uh, dat je nog steeds vier zetels over hebt, vind ik heel knap. En nogmaals, ik vind die bonte bal, want die kraamt echt zoveel. Uh... Slappe diarree uit. Dat ik, ik, ik begrijp niet dat daar ook maar iemand vervalt. Maar kennelijk zijn mensen daar toch nog steeds uh, gevoelig voor willen. Nou, je moet niet onderschatten dat zijn concurrentie ook bijzonder zwak is. Dus het is uh, lotomaat ijzer. En wat mij opvalt is dat de PVV toch terugvalt. Dit is de peiling van Maurice de Hond van 12 oktober. Die gaan min drie zetels. Maar die komt dan uit op wat ze eigenlijk al hadden. Hè? Dus, dus netto, ze hebben ze niet zoveel verloren. Maar dan komt die. Dan gaan we naar de PVDA, VVD, CDA, D66. Bij elkaar alweer 70 zetels. Let op, nog zes zetels te gaan en de stekker kan eruit, Jeroen. Ja, en dan hebben we het, het, uh, het kabinet wat we eigenlijk al uh, hadden moeten hebben. Maar niet dat dat iets gaat uh, verschillen uitmaken. Want zoek uh, de tien verschillen, je gaat ze niet vinden. En Agema, zwakte uitdagende woorden over asielnoodwet af, had ik niet moeten doen. En dan zie je daar een foto van Agema die heel spijtbetuigend kijkt in een artikel van, de, van het Algemeen dagblad. Willem, wat moeten we hiermee met deze spijtbetuiging? Ja, niks. Het zijn natuurlijk allemaal uh, ja, slechte acteurs. Zo kan ik het alleen nog maar samenvatten. En minister Uitenmark verzet zich tegen kiesdrempel voor Tweede Kamerverkiezingen. En dat gaat over een. Hij uh, is minister van Binnenlandse Zaken. En uh, er is een voorstel van de VVD om een kiesdrempel van 2% in te voeren. Nou, wat is 2%, Wil? Dat is, uh, we hebben het even uitgerekend, dat zijn drie zetels. Nou, welke partij zweeft rondom die drie zetels? En wat zou nou het doel zijn van een eventuele kiesdrempel? Ja, dat is handig, want dan ben je partijen zoals FVD kwijt, maar ook Denk kan je lozen. Uh, ja 21, hoewel, hè, die is af en toe nog wel nuttig. Uh, maar ja, Volt, ze zullen dan Volt nog wel een duwtje in de rug moeten geven, want anders het ook. Maar allemaal bullshit natuurlijk, dat past ja, niet. Uh, het is ongrondwettelijk, Hier, dit zou uh, de grondwet moeten veranderen op uh, meerdere punten. Dus uh, dit zijn ook weer toneelstukjes. En VVV benadrukt belang van valpreventie valpre, uh, en dat betoogde uh, VVD uh, Tweede Kamerlid Harry Bevers om structureel 135 miljoen uit te trekken. Um, ja, we hebben het uh, volgens mij twee weken geleden gehad over valpreventie, namelijk mijn, om, ons voorstel om uh, mensen boven de 70 of boven de 75 jaar te verbieden om nog uit bed te komen, want... En, uh, het, de, een val is de meest of een van de meest voorkomende doodsoorzaken voor ouderen. En we moeten die ouderen natuurlijk tegen zichzelf beschermen. En um, ja, ik vind 135 miljoen nog wel veel geld willen, terwijl je het heel simpel kan doen door een, 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 een hoe, laat, hoe, hoe kunnen we het noemen, een ouderen lockdown? Of een, ja, een ouderen lockdown. Een... In ieder geval op de ja. begaande vloer, op de begaande grond. Ze mogen gewoon niet meer naar boven. Uh, dat zouden we kunnen doen, maar ik weet nog goed dat jij dit al in rechtszaken aanhaalde in 2020 om de waanzin aan te tonen van de lockdown. Maar ze hebben toch de verkeerde afslag genomen. Ze hebben gedacht: hé, hey, Jeroen heeft een punt. We moeten ook al die ouderen gaan lastigvallen. Ja. <tosses> Opvang asielzoekers in hotels kent inmiddels astronomisch prijskaartje van 373 miljoen euro voor bijna 10.000 bedden. Nou, we hebben het even uitgerekend. Als we de berekening goed hebben gemaakt, komen we op ongeveer 4.400 euro per maand per bed. Nou, mocht de minister meekijken, ik heb nog een paar bedden beschikbaar in mijn huis. Iets van drie of vier asielzoekers kan ik daar kwijt. Dus als je per maand 16.000 euro naar me overmaakt, dan stel ik die vier bedden graag ter beschikking. En ik neem aan dat onder de kijkers ook nog een hoop mensen zijn die graag nog een paar bedden beschikbaar stellen. Willem, wat jij? Ja, ik denk dat ik mijn pand ook wel in de aanbieding kan doen, want ik ben meestal in Portugal. Ja, het is knettergek. Hè? Dit, dit soort bedragen, dat gaat werkelijk helemaal nergens meer over. En, uh, nou ja, het het eindelijk... gaat wel over één ding, Jeroen. Uh, de toerisme, met name de hotelsector, is volledig afhankelijk geworden van dit beleid, hè? Ja, maar ze lopen uh, wel helemaal uh, binnen uh, zonder uh, verder uh, aan gastronomie iets te moeten doen. Hè. Je, je sluit een contract af met het, uh, hoe heet het? Uh, het, 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 het uh, koof, niet het koofocht? Nee, koa, maar het. het ja, uh, COA, sorry, het COA, dat, uh, dat zocht ik. Ja, en dan uh, kan je personeel naar huis sturen en het uh, geld staat iedere maand op je bankrekening. En die toeristen, al dat gezanik, van die mensen ben je ook gelijk vanaf. Dus het, is, uh, het mes snijdt aan meerdere kanten. En hier een tweet van uh, Pepijn van Houwelingen. Zojuist heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer... Tegen onze motie gestemd waarin we stellen dat het oplazen van een Nord Stream van vitaal belang voor onze energievoorziening en voor 9% in handen van Nederlandse staat een daad van agressie was. Willem, het was geen daad van agressie, het was een daad van vrede, het was een, naast de een liefde. daad van, van naaste liefde. De Verenigde hey, de Staten wij... laat op deze manier zien dat ze om ons geven. Precies. He, ze behoeden ons voor te warme huizen, voor te veel comfort, voor warme winters. Het is veel. goedkope energie, voor betere banden met Rusland. Al die, ja. al die gevaren zijn we nu tegen behoed. Precies, en er is helemaal uh, geen man over boord, want je kan uh, Netflix kijken op de bank zitten. Je doet alleen een dikke deken om en dan kom je de winter wel door. Daar heb je geen uh, Nord Stream voor nodig. En dat is wat de Verenigde Staten ons helemaal gratis en voor niks uh, heeft geleerd. En nog meer de kamers. Overwegend dat de overheid zich niet mag bemoeien met wat mensen zeggen of schrijven. Zolang dat niet in strijd is met de uh, wet. Overwegend dat iets in strijd met de wet uitsluitend achteraf dient te worden beoordeeld door een rechter. En constateren dat overheden zich onder het mom van het tegengaan van de verspreiding van desinformatie actief bemoeien met de uitlatingen die worden gedaan. Terwijl die uitlatingen niet in strijd zijn met de wet. En dan stelt men voor dat de regering zich er niet langer mee bemoeit. En dat is Van Meijeren die dit... Uh, die, die deze motie uh, doet. En wat volgt eruit, Willem? Er zijn maar vier partijen die voor deze motie stemmen. En even voor de duidelijkheid: dit, je hebt daar geen motie voor nodig. Hè. Het dit staat is wat er in, in de wet staat, de staat, in de grondwet. Ja. Dit is in de grondwet. Ja. Het is, het is ver, censuur is verboden. En toch stemt bijna de hele Tweede Kamer tegen deze motie. Ja. Uh, en nou ja, inclusief... Het is een soort schuldbekendnis ook. Hè? Dus uh, van deze mensen, van de rode bolletjes, hebben meegedaan aan de censuur en zijn voor Agenda 2030. Ja, het uh, moet niet gekker worden. En dan zijn er nog mensen die misschien zeggen, ja, maar geheime diensten, ho ho. In principe, als er onderzoek wordt gedaan door de politie bijvoorbeeld, dan moeten ze dat laten toetsen door een onderzoeksrechter. Hè? Dus uh, rechtercommissaris. Dus, uh, en dat betekent die tweede alinea, overwegende dat het moet worden beoordeeld uh, uh, door de rechter. Uh, geheime diensten is weer een ander verhaal, maar daar komen we nog een andere keer op terug. Het principe is: er mag geen censuur zijn. De grens is de strafrechtelijke grens. Kijk, als je op een gegeven moment uh, beledigd voelt door een uiting. Uh, of uh, het, het zou directe opruiming zijn. Goed, dat is al heel erg twijfelachtig. Dan is een strafrechter uh, die daar uiteindelijk over oordeelt. Maar wat mij meest, wat ik het meest schokkende vind, is dat dit überhaupt een thema is uh, op dit moment. Dat, dat mensen het kennelijk heel normaal vinden dat een overheid optreedt tegen desinformatie, whatever dat ook mag zijn. Weet je dat? Uh... Mensen weten dus niet meer wat vrijheid van meningsuiting is. En um, ook de uh, BBB-fractie is akkoord met de mestwet. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met uh, mestplannen van uh, BBB-minister Femke Wiersma. En die regelt dat de koper van een, een veebedrijf minder dieren mag houden, oftewel dierenrechten moet inleveren. En dat is om uitstoot van CO2 door mest uh, van dieren te uh, verminderen. Um, en ook de BBB stemde in met de wet, hoewel de achterban het niet eens is met uh, de uh, inhoud. Goh, ze doen iets tegen de achterban, maar vast niet in de provincie. Laten we naar de volgende slide gaan. De Overijsselse BBB blijft achter plannen staan van zo'n 90 nieuwe windturbines. BBB-stemmers hoopten dat de partij zou ingrijpen. Juridisch onmogelijk, zegt staatlid. Uh, Annette Nijhuis, de partij, zit in een spagaat tussen verkiezingsbelofte en bestuursverantwoordelijkheid. En Wacht even, was het niet... nou juridisch onmogelijk of was het bestuursverantwoordelijkheid? Nee, het dit is het een... spelletje nee, nee, nee. dat ze afschuiven, ja. maar ze doen het allemaal tegelijkertijd. Kijk, en dan val je door de mand. Het is uh, um, politiek onmogelijk. Nee, we, uh, goed, uh, we hoeven er niet veel woorden aan vuil te maken: BBB, uh, Van der Plas. Die is gelanceerd om haar achterband te belazeren. En daarom vind ik het zo knap dat ze nog steeds zetels heeft. En kijk, en daar begrijp ik dus helemaal niks van. Eh, Carolien van der Plas, we hebben het er net over. Motie BBB ingediend. Bufferzones rond herdenkingen, virus, eh, vieringen. en andere bijeenkomsten van Joodse gemeenschap. Eh, laten we Joodse gemeenschap even vervangen door boeren. Kijk, dan zou deze tweet misschien nog zin hebben. En ook deze motie zou zin hebben. Maar wie van de boeren heeft Carolien van der Plas eh, gekozen. om te pleiten voor bufferzones rondom uh, bijeenkomsten van uh, Joodse uh, gemeenschappen. Maar hoeveel ik, Joodse ik, boeren ik, hebben ik, we eigenlijk in Nederland? <laughs> ik, 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 ik ben even uh, totaal verbijsterd over deze move. Maar ik denk dat Caroline uh, een bezoek heeft gehad uh, van Sidi of van het... Uh, hoe heet de, hoe heet de andere CEO club? of Likud. Of, uh... Precies, ja. 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 En dat is een heel succesvolle... Uh, bijeenkomst is dat geweest. Een bericht van NOS Nieuws... CDA en D66... Die zeggen Hongarije tijdelijk uit Schengen weren vanwege dreiging uh, van de Russen. Want ze zeggen dat Hongarije te veel Russen zonder controles binnenlaat. Die daarna naar andere landen in Europa kunnen reizen. om te spioneren en te infiltreren. Maar God, de Russen willen... vervang even Russen met. Uh, Libiërs, Syriërs, Irakkie, <laughs> uh, noem maar op, waar gaat het over? Er komen miljoenen mensen binnen, maar het gaat over dat handjevol Russen die via Hongarije binnenkomen. Los, naar, los van de uh, oneindige hypocrisie is het ook weer zo'n onzinkreet. Dit kan helemaal niet. We hebben het opgezocht, volgens mij is het 17e protocol, er is helemaal geen. Uh, passage waarmee je een land tijdelijk kan schorsen van het, Sch van het Schengengebied. Dat heeft namelijk een universele uh, stemming nodig. En dat land zal natuurlijk nooit meestemmen om zichzelf te schorsen. Dit is kolder weer. En een tweet van Martin van Rooyen. Mijn vraag aan Roosemullen om alles schijnt te vermijden. Bent u bereid uw lidmaatschap van het ABP-bestuur te beëindigen? Dan wel het lidmaatschap van de Eerste Kamer? Ja of nee? Er komt geen antwoord. Hij speelt de vermoorde onschuld en houdt twee petten op. Ja, dat is niet helemaal waar. Het is gewoon één pet, namelijk ik roof jullie pensioenleegpet. Ja, en uh, dit gaat over uh, Paul uh, Khmerous-Roosemudler. Uh, Vergeet niet, hij was destijds van, was hij een groot fan van uh, Pol Pot, die zijn halve bevolking heeft uitgemoord. Hij heeft er ook nog nooit afstand van gedaan en hij zal met hetzelfde uh, gemak uh, met de Nederlandse bevolking doen. Deze man die is een, uh, een gevaar voor zowel zichzelf als zijn uh, omgeving. Half miljoen arme Nederlanders. Aantal neemt fors af met name door nieuwe uh, rekenmethoden. Vorig jaar werd nog gevreesd voor 1 miljoen armen. En dat blijkt plots bijna de helft minder. 540.000. Hoe kan dat? En hoe ontwikkelt de armoede in Nederland zich daadwerkelijk zelf? Dan Willem, ik kan je voorspellen... Uh, als we 2030 aantikken, is er geen armoede meer in Nederland. Want armoede kan alleen maar bestaan als er mensen zijn die het beter hebben. En straks hebben we geen mensen meer die het beter hebben, dus is er ook geen armoede meer. Maar die arme mensen die niks meer hebben, of die mensen die dus niet meer arm zijn, die hebben het wel straks, zijn zeer welvarend. Maar wel, hè, die kunnen genieten van een brede welvaart, Precies. met een zak chips, uh, voor Netflix, op de bank en goed voelen over wat ze allemaal voor offers gemaakt hebben. Voor, om de wereld uh, te redden. Wat ik wel grappig vind, we hebben dit al, denk ik, een half jaar geleden uitgebreid besproken: hè? Hoe, hoe die rekenmethode ja. werkt. En uh, ja. de kranten nemen het over. Deze show vandaag staat in het teken van de Jeroen en Willem hebben gelijk. Nou ja, ik, ik vermoed dat ze heel stiekem het weekjournaal uh, dat meekijken. Denk ik ook. Om... Ja. Om toch af en toe iets intelligents naar buiten te brengen. Maar ze weten kennelijk niet meer het verschil tussen realiteit en satire. He, dat is in hun wereldbeleving is dat inmiddels die grens ook verdwenen. Dus um, mocht, mocht er meegekeken worden. neem niet alles wat we zeggen letterlijk. He. Soms zeggen we dingen uh, als satire. Misschien moeten we er een waarschuwing bij zetten. S, een S'je in beeld brengen van ja. satire. Ja. Ja. Opinie. Hoeveel we ook van ze houden, het is niet oké okay om dieren tot huisdier te maken. Hè? Het verschilt weinig van een gekooid dierentuin of circusdier. En toekomstige generaties zullen ons bezit van Vivi, Flappy en Felix... allesbehalve onschuldig vinden. Ja, Wilm, het kan echt niet meer hoor, dat houden van huisdieren. Zo'n lieve hond op de bank, dat is verschrikkelijk. Het is dus hetzelfde als zo'n dier in een kooi zetten. Dus we moeten van die huisdieren af. En ik stel voor om een, uh, een afgiftedag bij de uh, dierenarts uh, te organiseren. Een Dan inslaapdag. Gratis... Ja, een inslaapdag, inslaapdag. ja. Ja, om die dieren uit de lijden te verlossen. Ja, kijk onze uitzending uit 2020 nog eens eventjes terug over het advies van Aura Tiemen. Ja, geen huisdieren meer. En we zeggen Precies. het al een paar jaar, dit ja. hoort erbij, want je huisdieren, dat is nergens meer voor nodig. Je kan ook alleen op de bank zitten. Um, Parijs is een van de lawaaiigste steden van Europa. En ook een voorloper in de aanpak van geluidsoverlast. Met boetes, fietspaten en heel veel meetpunten wil de stad stiller worden. Schiet dat op en is er ook een keerzijde. Nou, als je band met de buren goed is, stoort hun muziek een stuk minder. Ja, sensoren. Ja, uh, precies. Uh, dit dit uh, gaat over 15-minuten uh, steden, smart cities, et cetera. Uh, wat dit kenmerkt is dat met elke industriële revolutie werd de mens. Beter in staat om zijn omgeving vorm te geven. voor zijn uh, welstand, wel, uh, welzijn, cetera. Dit is de eerste industriële revolutie, waar de mens zelf. qua gedrag en zelfs fysiek zich moet aanpassen aan de omgeving. Ja. Dus wij staan niet meer. de omgeving staat niet meer ten dienste van de mens. de mens Precies. staat ten dienste van de omgeving. Uh, meer bedrijven leggen het loodje aantal faillissementen stijgt met 40% en dat is, meen ik, van nu.nl uh, in september is dus weer uh, flink uh, opgelopen, de eerste negen maanden was het 40% meer. Ach, we hebben het pas in 2020 voorspeld maar in ieder geval zijn er een paar cijfers die flink omhoog gaan hè? dat is in ieder geval, uh, lijkt dat goed nieuws als cijfers stijgen we komen zo nog op in Duitsland, ja Nee. Appartementen staan massaal in de verkoop. Huur gaat helemaal uh, vastlopen. Wie had dit nu gaat... kunnen bedenken, Jeroen? Nee, dat kon je niet voorspellen. Met nee. die, kijk, die, die Hugo de Jonge heeft het echt goed bedoeld. Die dacht: Weet je wat, ik heb een heel slim plan. Ik zorg dat uh, huiseigenaren niks meer kunnen verdienen als ze een huis uh, verhuren. En dan kan je natuurlijk niet bedenken dat daarna geen huizen meer te huur aangeboden worden. Want wie had dat nou kunnen voorspellen? Weet je, dat, hè, dat kan je op dat moment niet uh, voorzien. Dus het is niet dat het kwaad opzet was bij Hugo de Jonge, maar het resultaat is hetzelfde. En al heel lang geleden voorspelt de huur, uh, beschikbare huurwoningen die, die, die storten in. En uh, Rotterdammers die schrikken van torenhoge erfpacht en nachten wakker gelegen. En dan gaat het over... Uh, mensen, de huiseigenaar die hebben een voorstel gehad van de gemeente Rotterdam. En dan gaat het over echt bedragen van tienduizenden euro's. Hè, tot 65.000 ja. euro's sommige. 30.000 Rotterdammers. Hè. Dat zijn dus het gaat over open. mensen die de woning uh, bezitten. Maar op pachtgrond. En Rotterdam haalt hier slim trucje uit. Te dus zeggen ja, maar de pacht is afgelopen. Ja, je kan hem uh, natuurlijk overkopen. Uh, dan gaan we even winst maken en dan gaan we jou leegtrekken. Dus moet je de, de grond onder je eigen woning terugkopen. Maar er is ook nog een andere. Je kan ook huurder worden van, uh, van Rotterdam. Dus dan heb je al je pand. Hè? Dat is, daar heb je veel geld voor betaald. Maar dan word je toch nog voor een paar duizend euro per jaar huurder van de stad Rotterdam. Wat een geniale vondst. Ja, en dat is natuurlijk allemaal toeval. Hè. Men, men, het is niet zo dat men uh, die huiseigenaren wil onteigenen. Men vond dat gewoon een goed plan. Maar weet je, de rode draad is natuurlijk dat het bestuur is er niet meer is voor de bevolking. En het bestuur is alleen nog maar bezig de bevolking als een citroen tot de laatste druppel uit te knijpen. En als je met dit soort berichten dat nog niet ziet, ja, dan ga je het ook nooit meer zien. Een douche nemen in Fonkelnieuw Utrecht Wooncomplex. Moeten studenten eerst even hun uh, mail checken. En waarom is dat? Um, omdat het duurzame pand draait volledig op elektriciteit. Waardoor huurders uh, gevraagd wordt zich aan te passen aan het overvolle uh, stroomnet. Misschien vinden ze het niet leuk, maar ze begrijpen wel waarom het moet. Nou, dat is dus. Kijk Willem, als je wilt douchen, ja, moet je gewoon even je mail checken. Het is niet zo dat je zomaar onder de douche kan springen. Dat kunnen Het we doet natuurlijk niet meer. Ik moet mij denken aan mijn tijd Kijk, in de gevangenis, Jeroen. <laughs> nou, precies. Kijk, als je zo'n euvel zou hebben, eerst wat je zou vragen... kunt u dat even aanpassen dat ik gewoon onder de douche kan springen wanneer ik dat wil? Maar nee, wat doen ze? Ze stellen regels op zodat je eerst even contact moet hebben voordat je gaat douchen. Ja, ik, wil, uh, ik wil zo meteen gaan douchen. Mag dat? Nee, dat zit er vandaag niet in. Helaas. Doe het maar samen met uw buurman. Het is knetter, knettergek. 1,5 miljoen Brabanders wonen sinds vandaag in een nationaal park. En weet je wel, dan heb je hier een mooi schema over een mooie kaart. En daar is het park ingetekend. Wat valt jou op aan die intekening? Ja, dat alle grote stelen er toevallig in passen. Dat is, dat is mooi, mooi getekend. Ja. En wat is nou het kenmerk van een nationaal park, Willem? Ja, dus dat je, je zo min mogelijk uh, menselijke inmenging hebt. Hè? Dat is normaal het nationaal park. Dus dan hebben de uh, natuurelementen hebben een, een, uh, een hogere status en meer bescherming. Dus wat gebeurt er waarschijnlijk? Al die steden worden 15 minuten steden en die mogen niet zomaar in het nationale park komen natuurlijk. Dus we, Dit is, geef Brabant uh, terug aan de natuur. Dit is de natuurherstelwet die we hier voor onze ja. ogen zien ontvouwen. We hebben ook al maanden geleden, toen we het aangenomen hebben, daarvoor gewaarschuwd. Grote delen van het land, überhaupt van heel Europa, gaan teruggegeven worden aan de natuur. En als het natuur wordt, is daar voor de mens geen plaats meer. Dus die moeten dan even uh, move naar de steden toe. Ja, want wie er in dat groene gebied woont... Ja, die zou zomaar een wolf in zijn, uh, in zijn dorp kunnen zien. Ja, ja. Het, het is zover. Wolf gespot in onze regio door een krant uh, bezorgen. Dan gaat het over Arkel. En toevallig in Brabant, volgens mij, hè? Arkel. Op het moment dat hij een krant uh, in de brievenbus wil doen, staat hij oog en oog met een uh, wolf. Nu waarschuwt hij de boeren in de omgeving met briefjes. Sluit je deuren, er lopen hier wolven rond. Nou, nou is een, in, uh, normaal gesproken uh, was het vijf jaar geleden: had men gezegd, we gaan die wolf uh, opsporen en die gaan we opvangen en in een, ergens in een uh, dierentuin zetten of we schieten hem af. Maar nu moeten de mensen move voor de wolf. Hè? Dat uh, hebben we al vaker in onze afleveringen besproken. En een nest van Aziatische hoornaar net op tijd gevonden boven een druk Alkmaarse uh, fietspad. En vandaag werd het weggehaald uh, net op tijd. Nu de bladeren van de bomen uh, vallen, kan zo'n nest ook naar beneden storten. En dan moet je niet in de buurt zijn. Wat zie jij daarin, Willem? Ja, dat is uh, climate change natuurlijk. Hè. Dus hier word je bang gemaakt voor allerlei invasieve soorten. Uh, het hele idee dat uh, het klimaat uh, gevolgen heeft. Dat. Uh, dat zijn prikkende insecten die allerlei ziektes verspreiden. En Carlo, uh, 48 jaar, die kweekt zijn en gescheck Natuurlijk alternatief voor hoge uh, winkelprijzen. Um, ja, ik heb het nog even opgezocht, want er was iets mee met zelf uh, tabak kweken. Je mag inderdaad een paar planten hebben voor eigen gebruik. Maar je mag het alleen maar voor eigen gebruik. Je mag het niet aan anderen geven en ook zeker niet verkopen. En je moet... Je mag het ook maar heel beperkt zelf uh, verwerken. Um, maar wat zegt dit vooral? Het is onbetaalbaar gemaakt. En dan ga je dus zelf een beetje rommelen en proberen. Want je moet het laten fermenteren, je moet het drogen. Dus nogal bewerkelijk. Nou, ik zou zeggen: verhuis naar Paraguay. Hier kost een pakje Malboro 50 cent. Uh, ik, ik, ik neig er ook naartoe om te beginnen, want je, je verdient toch een tientje per dag, Wil, want daar kan je bijna van leven. Dus het, ik heb nog even moeite mee, ik ook niet zoveel van roken, maar ik, ik overweeg toch serieus om het te gaan doen. Steeds meer foto's van overleden jongeren bij beeld Stille Strijd, en dat is in Vlaardingen. Dat is een kring met foto's van jongeren die een einde aan hun leven hebben gemaakt en dat beeld dat reist sinds vorig jaar door Nederland en staat tot en met 21 oktober aan de Hoflaan. Het moet het gesprek over depressie en zelfdoding bij jongeren op gang brengen, maar Willem, wat ik hierin mis, waarom moet het gesprek over depressie en zelfdoding bij jongeren en niet de oorzaak? Waarom moet daar geen discussie over begonnen worden? Want ik... wat is de oorzaak? Dat is, ja, ja, dat zijn de maatregelen ja. geweest en toen wij daar op het hoogtepunt van de maatregelen een uitzending over maakte met kinderen en jongeren, werden wij aangemeld bij de IGJ, omdat dat on, uh, hè, dat wij zouden niet de experts in huis hebben en het zou heel gevaarlijk zijn voor de jongeren. Uh, kennelijk zijn we nu wel één stapje verder, dat ze in ieder geval erkennen dat het probleem er is, alleen snappen ze nog niet dat al hun goede bedoelingen vooral de jongeren uh, heeft gedreven tot zelfmoord. Want dit zou een aanzet, want het is inderdaad een probleem. Hè. Jongeren hebben echt, er zijn heel veel jongeren die, uh, die zelfmoordsuicidaal zijn geworden door het beleid, door de maatregelen. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk voor zijn, die zullen op een dag uh, verantwoording moeten afleggen. Voor een tribunaal of een rechtbank. Van alleen al uh, wat zij met de jongeren hebben gedaan. Uh, dat zijn misdaden tegen de menselijkheid. We Hebben we nog niet over al die andere dingen. maar dat is onvergeeflijk. En daar zal ooit verantwoordelijkheid voor afgelegd. of verantwoordelijkheid voor genomen moeten worden. <middels> Uh, warmtepomp volgens universitair onderzoek niet milieuvriendelijker dan een gasketel? En dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent. Zo oh, maar dat was alleen in België. Dus in Nederland vast <laughs> heel anders. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Um, ik, nee, wel gek hier... op een stokje. Het is natuurlijk een totaal mislukt project. Ja. Ik bedoel, daar hoef je helemaal geen wetenschapper voor te zijn. Daar heb je ook geen studie voor nodig. Het was al lang duidelijk dat die hele warmtepomp uh, een grote mislukking is. Overigens zijn er wel mensen die die emigreren naar uh, Paraguay. En die kopen nu voor een spotprijs uh, die uh, warmtepompen op. En die gaan ze hier gebruiken als, uh, als airco met een vloerverkoeling. Uh, Niet verwarming, maar een vloerverkoeling. Dus ze leggen dan datzelfde in en ze laten dan die warmtepompen werken. Bovendien kost de elektriciteit hier bijna niks. Dus misschien worden die dingen straks toch nog uh, een beetje nuttig ingezet. Als ze maar goedkoop genoeg zijn. En Biomassa Centrale van Wattenval bij Diemen definitief van de baan, einde aan zes jaar slepende discussie door geïmporteerde houtsnippers te verbranden... wil het energiebedrijf tienduizenden woningen in Amsterdam en Almere... aardgasvrij uh, verwarmen. Dat was zo'n goed plan. Hè? Dus je, het, is, het is natuurlijk briljant. Je, je kapt bomen, oerbossen in Canada en andere delen van de wereld. Die versnipper je. doe je door de versnipperaar. Die doe je in enorme schepen. Breng je ze naar hier, zodat je ze in diemen... kan je dan die snippers verbranden en dan uh, de woningen van verwarmen. Ik bedoel... Het is zo'n briljant plan en dat is nu van de baan, Willem. Wat wil jij daar nog over zeggen? Nou, goed nieuws, want het, het lijkt toch uh, dat er uh, in ieder geval de wal het schip aan het keren is nog niet in de politiek, maar in ieder geval bij de bedrijven. En EU eens over standpunten, klimaattop. En dan gaat het over de COP29 van 11 tot 22 november in Azerbeidzjan. En ze roepen op om de uh, opwarming van de aarde uh, 1, maximaal anderhalf. ...tot maximaal anderhalve graad te beperken. En EU-voorzitter Hongarije... Die, ...die zegt een leidende rol te blijven spelen... ...in de internationale inspanningen... ...om opwarming van de aarde te beperken. De top zal, op de top zal veel besproken worden... ...over de financiering van de klimaatbeleid. Ja, nou, de mensen die dachten dat Hongarije... Een, ...een licht in de duisternis was... Nou, ...guess again, uh, Orbán zit daar voor Orbán. Um, en zoals ik al zei, de politiek die dendert nog voort... Met het idee dat, dat ze maakbare aarde en milieu en klimaat hebben. Anderhalve graad, alsof dat aan de mens is om te beperken of te bepalen. Ja, ik mis nog even een voorstel om het aantal zonneuren per dag te beperken. Dat we zeggen, we gaan de zon een uurtje eerder uh, dicht doen of afsluiten. Um, maar natuurlijk totale gekkigheid. Het is een uh, arrogantie, een overschatting van de mensen. om te denken dat je aan een knopje kan draaien. en dan gaan we de, de klimaattemperatuur naar beneden doen. Steeds meer mensen met allergie door verandering van klimaat en leefstijl. Uh, Willem, klimaat ja. en leefstijl. Ja, die klimaat bedoelen ze waarschijnlijk bij het, uh, het, het, het gepolariseerde politieke klimaat. En die leefstijl is waarschijnlijk de prikstijl. Die prikstel die schijnt heel erg uh, ja, gecorreleerd te zijn met, met allergieën. Bijna twee derde nieuwe elektrische auto's is een uh, lease-auto. En dat zijn lang niet allemaal door particulieren uh, aangeschafte uh, elektrische vehicles: 90.000 elektrische auto's in Nederland geregistreerd. Ik vind dat nog steeds een hele hoop willen. 90.000 nieuwe elektrische auto's. Ja, maar het meeste is dus bij de leasemaatschappij... en ik, ik denk dat het zo werkt. Door al die subsidie- en belastingvoordelen... zijn de grote bedrijven die lopen voorop... en zeggen van, joh, neem een leaseauto... dan krijgen wij ook een voordeeltje. En uh, de, de werknemer zegt... ach, ik wil dit jaar best eens dus een keer een leaseautootje proberen... die elektrisch is... Dat is hoe ze het nu nog verkocht krijgen, maar in wezen is deze markt al lang failliet. En een financieel uh, dagblad, uh, die komt met het bericht dat energieconcern ENGIE, die bevestigt, sluiten een verlieslatende laadpaalproducent EVbox. Er gaan 400 tot 500 banen verloren in Amsterdam. Het gaat ook met de uh, laadpalen dus niet zo heel goed. En dat is natuurlijk een gevolg, omdat het met de elektrische auto ook over en uit is. En men blijft het nog een beetje proberen, maar de, 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 de ter loorgang is zichtbaar en... We hebben al voorspeld: over een paar jaar is er geen elektrische auto meer in het straatbeeld te zien. Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. De bedoeling is dat je thuis zit op de bank. Eh, precies, ja, dat wou ik er inderdaad nog bij zeggen. Van, uh, hè, het is geen toeval, want de doelen zijn al bereikt. Hè. Men heeft uh, de zakken gevuld met elektrische auto's. Men heeft de burger het onmogelijk gemaakt. Men heeft de middenstand uitgeroeid door uh, de verplichte elektrische busjes te kopen. En nu kunnen we ermee stoppen en uh, kunnen we gewoon thuis op de bank gaan zitten. Uh, NOS-nieuws: Europa's hoop voor de accumarkt. Bijna failliet, wat is er aan de hand? En dan gaat het over de Zweedse accu-maker Northvolt, die meer dan 15 miljard aan financiering heeft binnengehaald. Een Europees record. De onderneming zou Europa onafhankelijk moeten gaan maken van Chinese batterijen. En een belangrijke schakel om de auto-industrie op het con continent te elektrificeren. Maar het is uh, mislukt, Willem. Hoe zou dat nou toch komen? Misschien zijn die autoproducenten... Uh, is de vraag er ook ingestort, misschien? Het zou zomaar kunnen. En deze bekende fabrikant van elektrische motorfietsen is failliet. En dat is e e Energica, de grootste Europese fabrikant van elektrische motorfietsen. En het Italiaanse bedrijf heeft zijn faillissement aangevraagd en staakt zijn activiteiten. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want wie wil er nou een elektrische motor rijden? Weet je, als je motor rijdt, dan wil je die motor wil je horen loeien. Hè? Dat geeft je zo nou, een stoot. Precies, maar het is ook heel onveilig. Want motoren moeten ook geluid maken, zodat je in het verkeer in ieder geval een bepaalde aanwezigheid hebt. Ja, maar als jij met zo'n elektrische motor en je draait gasval open en je hoort alleen maar. Ja. dan haalt het precies wat het plezier van motorrijden heb je dan weggehaald. Ja. En dan ga je, ben je nog verbaasd dat je failliet gaat. En uh, British Petrol BP, die, uh, die gaat het roer helemaal uh, omgooien. Ze gaan een uh, strategie resetten en ze, ze verlaten het doel om dus uh, met olie in de toekomst te gaan stoppen. Wat een verrassing, Willem. Ja. En de energierekening huishoudens gaat met 400 euro omhoog door duur gas. Arme gezinnen dieper in de problemen. Nou, ik heb van de week al een uh, tweet hierover gemaakt. Dat ik me afvraag: hoe lang pikken we dat nog? Dat de overheid ons uh, energie gebruikt. Energie is een eerste levensbehoefte. We kunnen niet zonder. Als je je huis niet kan verwarmen, kan je niet overleven. Maar ja, mag gewoon de het... open niet meer gebruiken. Ja? ja, en ook is de FVD weer een van de weinige partijen die hier echt een punt van maakt. En de rest laat het gebeuren en doet net als van ja, ja, Groningen is dicht. Ja, ja. Ja, kijk, de overheid die zou, als ze, als ze het beste met, met haar bevolking voor zou hebben, zouden ze energie bijna gratis kunnen maken. En, het, en je moet je eens voorstellen wat een welvaart... Daar vandaan zou komen, de economische groei daar vandaan zou komen. Maar wat doet de overheid? Je maakt het de bevolking onmogelijk. Als je aan de tank je auto vol tankt, dan voel je je verkracht en bestolen. En dat is onze overheid. Ze zitten er niet voor u en ons belang, ze zitten er voor belangen van anderen. Onderzoek. Uh, meer Nederlanders zijn vlees gaan eten. Lekker en bron van voedingsstoffen. 95% eet gemiddeld vijf keer per week vlees. Willem, het lijkt te mislukken, die hele campagne om mensen van het vlees te halen. Ik denk zelfs dat het een averechts effect heeft. Ja, we zaten al in het voorgesprek van: is dit nu typisch een effect van als je maar in het nieuws bent, ook al is het negatief, reclame is altijd reclame. Daar lijkt het wel op, want dan pas ga je nadenken. Want heel veel mensen aten misschien heel weinig vlees. En toen dachten ze: oh, eigenlijk heb ik de laatste tijd heel weinig vlees gegeten. Ik ga toch eens wat nou, vaker. Ik, ik heb ook heel wat mensen al gesproken die, uh, uh, die vegetariër of veganist waren. En erop teruggekomen zijn. En dan echt zeggen van ja, een, na een paar jaar trok ik het niet meer. Ik werd ongezond, haar viel uit, et cetera. Ik, ik ben weer gewoon gaan vlees eten. Ja, nou, ik moet je eerlijk. Ik, uh, ik moet, moet ook even. Een, uh, uh, wat uh, Opbiechten. toegeven. Opbiechten. Ik heb jarenlang heel weinig vlees gegeten. Echt heel weinig. Dan heb ik het over één keer per maand of zo. Maar sinds die campagne om geen vlees meer te eten, en sinds ik natuurlijk verhuisd ben naar Paraguay, eet ik vier, vijf keer per week uh, de beste steek die er is. Dus mijn leven is ook wat dat betreft enorm uh, veranderd. En uh, we krijgen in Rotterdam een nieuwe generatie, uh, een fabriek voor een nieuwe generatie vliegtuigbrandstof. De zogeheten uh, ESAF wordt daar gebouwd in de Rotterdamse haven. En die is, ESAF is geschikt om te gebruiken als vervanger voor kerosine en is duurzamer dan het traditionele uh, Sustainable Aviation Fuel. Nou, daar hebben we een paar maanden geleden ook aandacht aan besteed. Ja, maar het is wel veel duurder. Dus dit, dit kan alleen omdat er heel veel Europese subsidie ingaat. En omdat er een enorme naheffing komt voor andere luchtvaartmaatschappijen. En op deze manier kan je dus ook uh, of de luchtvaartmaatschappijen moeten bijmengen. Dus ze zijn verplicht een bepaald percentage van hun brandstof biobrandstof te maken. Ja. En dat, dat is niet alleen, dat percentage wordt jaar op jaar verhoogd. En het staat nu al vast dat het onmogelijk is om voldoende biobrandstof te produceren. Om, uh, om vliegen in dezelfde omvang voor te laten duren. Dus het eigenlijke doel hiervan is het terugbrengen van het aantal mensen wat vliegt. En dat past natuurlijk ook in de agenda. Dus uh, vliegen zal de komende jaren steeds meer voor een kleine elite worden en de rest uh, die blijft ofwel thuis op de bank met Netflix, of die mogen een dagje naar uh, uh, bijvoorbeeld naar de Veluwe en dan houdt het ook al snel op. Op de fiets natuurlijk, hè? niet met de auto. Ontslagen microbioloog niet schuldig aan schending integriteitscode. Dan hebben we het over nog hier Lauwe. Ja, en wat is nou zo leuk? En... Dit staat op de website van het Erasmus. Ze moesten dus inderdaad door de knieën. en hebben moeten toegeven. Wij zaten fout, Rogier zat goed. En in het artikel wordt er ook gesproken over dat meerdere collega's pleiten voor een volledig eerherstel. Ja, uh, hij is natuurlijk ontslagen op voorspraak van Koopmans. Dat weten we, hè? Hoe dus, hoe, wie daar de, de scepter uh, zwaait. Jij um, zei in het voorgesprek: van ja. Uh, allemaal leuk en aardig. Uh, maar hij is natuurlijk al wel door het afvoerputje gehaald. En ja, dat is zo. Uh, maar ik denk dat uh, Rogier Kennende het niet anders had gedaan. Dit is de prijs die hij voor integriteit heeft betaald. En het is wel heel goed dat hij is door is blijven vechten. Zodat er wel in ieder geval in het dossier komt te staan... de universiteit zat fout. Ja. En Wim Hof klaagt de Volkskrant aan voor lasten naar artikel over huiselijk geweld. En uh, Hof en zijn vier oudste kinderen beschuldigen de Volkskrant van smaad en laster. Eh, het was ook een absurd artikel. Hè? We hebben dat ook ja. besproken. Uh, twee, twee, drie weken, oh, drie weken ben ik alweer geleden. Uh, en het, ik, heb toen ook, ik was verbijsterd, hoe bestaat het dat uh, zo'n artikel kan verschijnen? Het was, uh... ja, was echt een hit piece ja. die ook geen actuele, actuele dingen in zich had. Het was van, ah, laten we die eens kapot schrijven. Um, ik kon het alleen maar plaatsen in de aanval uh, op de uh, masculiniteit. Uh, en op alternatieve uh, manieren om jezelf gezond te houden. Um, heel goed dat Wim Hof uh, uh, ze aanklaagt. Of die wint ja, in een rechtsstaat, zou je zeggen, natuurlijk. Maar daar leven we niet. Uh, toch is het goed om de Volkskrant uh, op het matje te krijgen. En ook dit wordt weer deel van het dossier. En iedere gek zijn uh, gebrek. En um, ja, dit artikel hebben we hierin, omdat. Uh, ja, het wat, wat ons opvalt: een ja. ja. Wat ons opvalt is dat. Bijna wekelijks, terwijl wij niet meer wekelijks in de oude media uh, te zien zijn, uh, zijn er wel dit soort dingen. Vorige week was het dat ik met Wout Weghorst werd vergeleken. En deze week word ik er met de haren bijgesleept. Want het gaat eigenlijk over uh, Halsma en Wilders en Gaza en Israël. En opeens komt hij bij een dansleraar uit en dat ik Joop. Zo hebben het arme Joop, wat van gemeenschapsgeld wordt betaald. als onderdeel van BNNVARA, dat ik die de meningsuiting probeerde te ontnemen. Ja, uh, het, nou, het is natuurlijk een waanzinnig artikel. Maar, maar waarom bestelt de NCTV dit soort nou. artikelen? Nou, kijk, ook uh, die de eerste zin alweer. In de coronatijd zagen we excessen met slachtoffers onder de politie en vernielingen in binnensteden. Mede door uitspraken van zelfbenoemde leiders. Een van de aanjagers was een, Rotterda een Rotterdamse dansleraar die naast Fokstrot Engelse wals verstand van coronavirus bleek te hebben. Engel vond ook dat hij het recht om te demonstreren had. Ehm... E um... I Alleen al die eerste zin, slachtoffers onder de politie, het waren volgens mij de demonstranten die neergeknuppeld werden en mishandeld werden en niet de politie. Ja, los van dat het een is over. en dat de schrijver uh, een geestelijke uh, beperking heeft, dat is evident, uh, gaat het er mij niet zozeer om de schrijver, maar om de trend. Constant zien we dit soort artikelen. En het enige wat ik me kan voorstellen, is dat uh, heel uh, Politiek Den Haag elke week ons weekjournaal kijkt. Daar lijkt het wel een beetje op. Ja, vandaar dat uh, onze cijfers zo hard groeien. Ja. Um, wat is dit zo? over mainstream journalisten? Ja, dit is ook wat we altijd al zeggen. Uh, dit, uh, dit onderzoek gaat over dat um, journalisten die werken bij big-brand newsrooms, dat die zoveel verdienen dat die dus in een andere categorie zitten, die dat zijn niet meer uh, de mensen onder het volk. En daarmee is het dus voor hun ook zo makkelijk om de party line te volgen. Eh, dit, dit zijn uh, tools, dit zijn mensen niet zoals jij en ik. Het wordt steeds meer fout. Uh, NRW-adressen voor staatsbescherming. richt zich tot uh, Tim Kelner. Maar waar gaat het over? Tim Kelner uh, die die had een, een lijst gepubliceerd hè, van bondstagleden, het, het Duitse parlement die een, een procedure tot een verbod van de AFD steunen. En dat mag kenneling niet willen. He, wij, wij, kijk, wat wij iedere week doen... bijvoorbeeld uh, het stemgedrag van uh, bepaalde uh, Kamerleden laten zien... dat wordt nu in Duitsland bestraft uh, met een inval. En dan, dan krijg je de, de, de uh, ja, Duitse dit... uh, geheimdienst uh, op bezoek. Precies. Dit gaat natuurlijk over niet aan onze mensen komen. Hè? Zodra je mensen namelijk... Ja. Uh, uh, uitzonderd van de blop zijn ze heel kwetsbaar. En dat weet de blop als geen ander. Belangrijkste symptoom van XIC. -E nieuwe coronavariant verspreidt zich. Arts die zegt lijkt mensen uit te schakelen. Um, de arts in het Verenigd Koninkrijk waarschuwt nu dat de getroffenen het gevoel kunnen hebben dat ze worden uitgeschakeld. Volgens haar is er een nieuw hoofdsymptoom. Het is een achterkleinzoon van uh, Omicron. Uh, oh, ik uh, dacht uh, van Genghis Khan. <laughs> uh, ja, weer een, een uh, nieuwe Je kan uh, er alleen nog uh, maar uh, om die, lachen. Die, 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 die... Dit is de speld <laughs> en Babylon is de bij elkaar. Ja. Maar XEC, waar zou dat nou voor staan? XEC. Het klinkt wel heel interessant, heel wetenschappelijk, hebben we de XEC variant. Dat is, uh... Maar goed, eh, je ziet, ze blijven het uh, proberen. Uh, het gebrek aan fantasie en creativiteit. Ik vind dat nog het meest schokkend. Ja, maar dit, dit gaat niet meer over ons. Dat zullen we in de volgende berichten zien. Ze hebben gezien, oké. Okay, de mensen die niet meedoen, doen niet mee. Maar we hebben nog een klein groepje die te bereiken is. En die gaan we helemaal volprikken. Zolang het nog kan, zolang ze nog leven. pompen we er <laughs> ja. maandelijks meerdere injecties in. Gevaarlijk lage vaccinatiegraad in Den Haag. Leerlingen krijgen inenting op school. Die... Het is nodig om de gevaarlijk lage vaccinatiegraad op te krikken, werden leerlingen van de Haagse Praktijkschool de Einder op hun eigen school ingeënt. Voor één keer was de praktijklokaal ingericht als priklokaal. We moeten naar de mensen toe. Ik denk even aan de prikbussen, waar we waar destijds een hoop over te doen. was. Willem, als ze bij mij aan mijn kind zouden komen en ook hier weer de zwakste kinderen krijgen, het, de praktijkschool. Kinderen die uh... Ja, die onderaan de ladder staan, die gaan ze dus prikken. En dan zie je ook daar twee tegelijk. Zie je dat op die foto? Dit is zwang, hij geen wordt vastgehouden. Als verpleegkundige. Nou, ik, ik, nou, als ze aan mijn kind zouden komen, het, eh, dan was de school te klein. Ik, eh, onvoorstelbaar. Maar goed, 2024. En Hengeloers in de rij voor vaccinaties. Drie verschillende prikken op. Eén dag. He, prikken, 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 prikken. En nog een keer prikken. Maar ja, Edwin, Edwin Jansen. is een nuchtere man. Maar dat... <laughs> maar dat vond zelfs hij een beetje veel. Ik dacht even: is dat wel goed voor je gezondheid? Nou, Edwin, maak je geen zorgen. Drie prikjes kan makkelijk. En dan word je onsterfelijk. Ja, of in ieder geval um, is uh, je lichaam uh, een hele tijd uh, goed. Want er wil geen uh, microop meer aan eten. Uh, ja, de betalingen van uh, farmaceutische uh, bedrijven aan, aan uh, artsen en reviewers van uh, belangrijke medische journals. He, van, oh ja die, uh, reviews, die, die uh, een, die... ja, die peer reviews. Die bewijzen of. Ja, die peer reviews bewijzen dat een onderzoek uh, goed na is gekeken. Maar dan kijken we even. Hoeveel krijgen deze mensen betaald van die farmaceutische bedrijven om de onderzoeken van die farmaceutische bedrijven goed na te kijken? Het ja, is dus die onafhankelijke onderzoekers die krijgen goed betaald uh, om de uh, review te doen. En ze krijgen, het gaat echt over enorme bedragen. Die hadden we, die hadden we geloof ik ook erbij. Kijk, dit zijn de resultaten. Het is maar liefst een uh, miljoen. Art betaalt aan reviewers, maar dat doen ze natuurlijk niet om ze te beïnvloeden. Dat doen ze zodat ze alle aandacht kunnen geven aan hun reviewwerk en niet om ze te beïnvloeden natuurlijk. Of zeer uit anders willen. Ja, kijk, deze mensen zijn zo integer. Het doet er eigenlijk niet toe hoeveel geld je er tegenaan gooit. Dus daarmee kan het ook nooit corruptie zijn. En het CBS, die telt uh, in Nederland inmiddels 2,7 miljoen lhbtqi Aars, Wat is die I? Want ik, die hadden we eerst niet, toch? Intersex. Een A staat voor asexueel. En dan kom je gelijk op iets van, huh? hoe bedoel je? Dit is toch helemaal niet één groep? Dit zijn toch gewoon dan verschillende groepen? Uh, de homo's en lesbiennes, kan ik je vertellen, zijn hier bijzonder uh, uh, ongelukkig mee. Want zij worden nu in één groep ingedeeld met mensen die uh, ja, uh, geestelijke nood hebben. En ik vind dat oneerlijk tegenover mensen die gewoon een bepaalde seksuele geaardheid hebben, maar helemaal niet twijfelen wie ze zijn en wat voor seksen ze hebben. Maar, is maar moeten weer... we niet uh, ook een H. De, de H, waar stond die voor? Dat staat niet voor hetero, toch? Want ik mis nu een hele belangrijke uh, fringe groep inmiddels. Dat zijn namelijk de hetero's. <laughs> uh, moeten we die niet langzaam daar ook bij gaan tellen? Ja, uh, ik denk het wel. Dan is die compleet. Homoseksuele schaapskudde levert wol aan Rainbow Wool. En we willen een statement maken voor acceptatie van de LGBTQ-gemeenschap. En dat zegt een schapenbedrijf in Noord-Rijn-Westfalen, die de wol levert aan een nieuw kledingsbedrijf, Rainbow Wool. Maar hoe hebben ze die schapen nou geselecteerd? Dat je zegt: jij bent een homo schaap en jij mag de wol leveren voor dit nieuwe Rainbow Wool merk. Want ik wil wel zeker zijn, als ik uh, LHBTQ plus ben oh. en ik koop zo'n trui, dat het wel van homoseksuele schapen komt. Nee, maar volgens mij zijn die, die schapen zich van geen kwaad bewust. Het is alleen de hoeder die homoseksueel is. En ja, ik, ik weet niet, niet hoe, hoe zit dat in de Duitse wet? Als je dan als hoeder zo'n schaap neemt, een mannetje schaap van achteren, is dat een overtreding of ben je dan nou gewoon een goede schapenhoeder? Niet als het is om te testen of hij uh, inderdaad homo is. Want het, is een, het gaat hier om een branding. Ja, dan moet je toch wel zeker zijn. Want anders is het weer bedrog. Als je namelijk een schapenbol van een homo schaap verkoopt. en het blijkt toch geen homo te zijn. dan kun je weer problemen krijgen. Dus het moet wel vaststaan. Ja. Maar we komen nu bij Kamala Harris. Ja. Uh, Harris, En zij uh, changed her answers. Ofwel, ze hebben haar antwoorden aangepast. Ja, dit was en Wat het... is hier gebeurd Het 60-minute interview. En dat was nog best aardige vragen die daar werden gesteld. Nou, Kamala is natuurlijk niet wel bespraakt, dus ze maakte er niet veel van. En dat hadden ze door bij CBS. Dat was namelijk degene die dat interview produceerde. Dus hebben ze achteraf een paar vragen veranderd. Vooral de vraag op wat kunnen we doen tegen Netanyahu's oorlogszucht. Die vraag hebben ze niet eens aangepast, maar ze hebben gewoon een ander antwoord erachter geplakt. Allemaal om haar maar presidential te laten lijken. Het is een, een trainwreck. Vandaag was namelijk het interview met um, Brad Beer op Fox. Ja, ik raad echt mensen aan het te kijken. Het is natuurlijk heel lastig om Camilla te zien, maar om de totale demasqué te zien. Ja, dit is ook een, een bijzondere tweet, want Meta heeft toegegeven of in ieder geval een medewerker dat ze wel degelijk nog veel aan shadow banning en dus aan election interference doen, omdat ze ook uh, een van de grootste donoren zijn van de Biden Kamala campagne. Wacht even, ze hebben net hun excuses aangeboden Wil, dus ja, ja maar dat was voor Covid, voor... dat ja. was in de Covid periode, hele andere periode. Oké, okay, maar en dan krijgen we straks weer een excuses voor. Oh, ja, excuses dat we de verkiezingen hebben beïnvloed. En dan uh, gaan ze weer naar het volgende project. Maar het is toch geniaal dat je gewoon een Mark Zuckerberg uh, uh, eventjes een paar traantjes laat plengen uh, voor een, uh, een Sorry. commissie? Sorry. En dan kan je weer verder. Sorry. <laughs> Uh, VS legt Lufthansa miljoenenboeten op na weigeren van Joodse passagiers. Ze hebben 4 miljoen dollar betaald aan, uh, voor ruim 100 uh, Joodse passagiers die op doorreis die zouden zijn gediscrimineerd. Nadat een aantal reizigers weigerden om uh, mondkapjes te dragen, ontzegde Lufthansa 128 Joodse passagiers in Frankfurt de toegang tot het vliegtuig dat naar Budapest zou vliegen. En bijna al deze passagiers die droegen dus kleding van orthodox Joodse uh, mannen. Ja, dus ze zijn inderdaad ja. als groep uh, naar buiten genomen of niet meegedaan op de vlucht. Maar het bijzondere is dat de VS een boete oplegt voor een vlucht van een Duitse carrier in Duitsland. Um, en als je dat even verder leest, Lufthansa die is zich ook bewust dat er juridisch helemaal geen verplichting is om te betalen, maar ze hebben de 4 miljoen toch maar betaald. Kijk. Dit is een braaf Duits bedrijf dat weet dat zij gewoon een kolonie zijn van de Verenigde Staten. Ja. En een, uh, en een turning point, legal turning point uh, in het Verenigd Koninkrijk... ...omdat een lega-veteraan een is uh, schuldig bevonden aan een gedachtendelict uh, gedachte of, of een gedachtendelict... Uh, waar hebben we het over? Uh, ja, over? dit is een veteraan die spijt heeft van uh, een abortus... die hij volgens mij 24 jaar uh, samen heeft laten uitvoeren... met de vrouw waarmee hij toen was, die zwanger was. En uh, die deed een gebed voor een uh, abortuscentrum. Had ook geen spandoek bij zich. Maar omdat er een safe zone om het abortuscentrum is... waar je niet mag demonstreren, is die aangesproken of die wilde stoppen. En dan zei, hij, ja maar mevrouw, ik, ik voer een gebed voor het leven... dat ik heb laten beëindigen 24 jaar geleden. Dat is niet toegestaan, dus nu is hij veroordeeld uh, voor het gebed dat hij heeft gedaan. Uh, dit is overigens zo'n uh, safe zone die nu Van der Plas ook voorstelt. Hè? Dat ja. is, dit is uh, wat, wat zij ja. wil. Dus binnen die safe zone mag je geen biddende mensen hebben... of andere mensen die, die storen als je daar naar binnen loopt... en dat je denkt van, oh, uh, er zijn mensen die daar anders over denken. Dat, uh, die kunnen zomaar uh, iemand op gedachten kunnen... Van gedachten kunnen laten wisselen, dat moeten we niet hebben. Ja, een e-mailbericht een, een een e van 15 maart uh, 2021. Een OMT adviesaanvraag. En dan staat daar zojuist even gebeld met de NCTV. De definitieve adviesaanvraag voor het OMT belooft weer smal te worden, aangezien vorige week een aantal zaken zijn doorgeschoven, waaronder met name de avondklok. Willem, wat uh, betekent dit? Ja, nou dat de avondklok natuurlijk geen advies was van het RWM of uh, van het OMT. Uh, nee, het ging over het NCTV en ze wilden juist geen advies. Want dan zou het OMT misschien wel eens kunnen zeggen: nee joh, die avondklok is helemaal niet nodig. <laughs> maar het bevestigt weer een keer wat we al honderd keer hebben gezegd. Er NCTV... is gewoon een koep gepleegd en ze hebben ja. alle rechten afgeschaft. <tus> Um, dit is een, uh, nog een e-mailbericht een, een e van 7 maart uh, 2021. En dan zijn er nog drie openstaande punten. En dan gaat het over een al dan niet openbaar maken van het RIVM-advies in zaken testregime. VWS weegt dit nader. Wat zie jij hierin wel? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Van, ja, het RIVM is er niet voor, maar is dat nou wel zo handig om mede te delen? En dan komen mensen alleen maar in verwarring, want we gaan het ze toch wel opleggen. En uh, Rijksintern uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar staat: wat betreft het voorstel van een COVID-paspoort, uh, deelt CIE uh, dit voorstel niet. Het COVID-paspoort heeft geen toegevoegde waarde. Het zegt niets over besmetting of de immuniteit en belemmert het proces van open grenzen. Testen voor de vluchtgebied, geen garanties. Hier gaat, uh, gaat de CIE voorlopig niets meer doen. Het is van 18 mei 2020, Willem. Dit ja. is toch wel hele du duidelijke taal. Ja, maar kennelijk zijn ze daar later anders over gaan denken. Of zijn er een paar mensen ontslagen en een paar anderen aangesteld. In ieder geval, dit ja. laat heel duidelijk zien: die koep die is echt, als we zo kijken. Eerst was het paniek en pas eind mei is die koep hard ingevoerd. Ja, en het enige doel was om keihard een agenda door te rammen, had niets met gezondheid te maken. Dus één grote bedrog en fraude. En een artikel in de Volksrand. Uh, nog eentje dan. Het Italiaanse dorp Vol. Daar trokken uh, gezondheidswerkers binnen toen corona was gearriveerd. En testen men iedereen net zo lang tot het virus was verdwenen. Bewijs dat testen werkt, vinden de voorstanders van massaal testen. Maar, Marjoen Koopmans, hebben we het dan over, bekijkt het wetenschappelijk. Wat zou er zijn gebeurd als je in hetzelfde dorp, net als bij ons had gezegd: iedereen die verkouden is, blijft binnen? Was dat niet precies hetzelfde gebeurd? Hé. Hey. Ja. Dit zijn hele wijze woorden, dus van dat testen gaat niet over, gewoon mensen op gezond verstand aanspreken. Maar ze gaat nog verder, een test hoort in een heel diagnosetraject, vindt ook Koopmans. Die moet je niet daaruit loswrikken en als los aanbieden. Nou, dit is toch wel bizar. Dit is een artikel uit februari 2020, Jeroen. En dit is precies wat wij in onze rechtszaak over die PCR-testen naar voren hebben gebracht. Hè? Dat, je er geen, dat het geen diagnosemiddel is, dat slechts onderdeel kan zijn hè, van een, uh, een diagnosetraject. En kennelijk uh, was Koopmans uh, daar toen nog wel van op de hoogte, maar is het later uh, vergeten, of heeft ze er uh, mening gewijzigd. Ja, enkov privatus van 20 januari 2020. En dan zitten we helemaal rondom de tijd dat Drosten bezig was. Of was het net al dat hij zijn peer review. Ja, dus dit, dit is de eerste, nee, dit is nog net voor de peer review. Ze gingen hem nu inleveren. Dus uh, vanaf 12 januari zijn ze het lab ingegaan. 20 januari hebben ze hem opgestuurd. 21 jaar in januari was die dan gepublished of uh, ingestuurd. En dan 23 was de peer review geweest. Uh, vooral die tweede alinea, daar wil ik even op inzoomen. De e-gene van de PCR pakt de 2019 NCOF, maar ook andere SARS-related beta-coronavirussen. Houd het even in gedachten. Die e-gen, dat was een de sarbeco test zoals dat heet. Dat heb ik in een andere uitzending ook wel eens laten zien, maar ik vind het leuk om het eventjes te herhalen. En dan gaat het van de RDRP-gen. Die ging wel specifiek. En dan kijken we hier de oorspronkelijke opzet van 13 januari, toen ze net, hè, ze hadden de code één dag binnen, en toen zijn ze aan de slag gegaan. En hier zie je dus ook bij de E-gen en N-gen allemaal Sarbeco staan. En alleen die RDRP, die is specifiek. Toen kregen ze um, wat uh, advies uit Hongkong. En dan gaan we naar de volgende. Hier zien we al een versimpeling. 17 januari. Dus dit is waar dat e-mailtje over ging. RDRP-gen en het E-gen. Dus nu zijn er nog maar twee genen. En, en het eerste dus gen heeft dan even twee markers. Duidelijk. Even duidelijkheid. Dus ze hadden dus drie markers. En ze gaan naar twee markers. Om het minder specifiek te maken. Zodat je meer... Ja, positief test op ja maar, maar dit hier zou je nog kunnen zeggen, je hebt één voor de corona, uh, gewoon puur om te zien of je coronavirus hebt met de e En dan ga je kijken welke van de coronavirus het is. Het is al een, een, een rammelende uh, insteek. Nu komt hij, dit staat nog steeds op de website van het RIVM. Ik heb hem gisteren nog opgezocht. Hierbovenaan oorspronkelijk gericht naar twee targets. Het E-gen en het RDRP-gen. Met de ervaring die daarmee is opgedaan... hebben de meeste laboratoria destijds gekozen... om alleen nog de meest gevoelige E-gen. Maar wacht eens eventjes. Het E-gen was niet voor uh, SARS-CoV-2... maar alleen maar voor corona. Dus er is heel gevoelig gemeten op coronavirussen. We hebben het al een hele tijd lang gezegd. Het is een scamdemie. Het is gewoon getest... Gericht op resultaten te krijgen. En daar zijn dan ziektebeelden die heel vaag gedefinieerd zijn. SARI, uh, uh, influenza-like illness, community-acquired pneumonia. Die zijn daar aangeplakt. En dan kijken we hier ook nog eens even naar die CT-waarde. CT-waarde boven de 35. Klinisch totaal irrelevant. Heeft niks met een uh, diagnose te maken. Etcetera, etcetera. En dan gaat er ook nog CT-waarde. Kunnen nog duiden op besmettelijkheid. Het staat er allemaal, terwijl het geen kwalitatieve ja. test is. Het wordt nog gekker. Even voor de, even ja. voor de duidelijkheid. Hè. Met deze onzin is een heel land platgelegd. Een heel land opgesloten. Een heel land de economie naar de klote ge, uh, geholpen. Met, met, een ter, met een nietszeggende test. Dus, uh, Ik ben er nog hoor. Alleen mijn camera viel uit. Ja, waar deze over gaat is. En dan moet je dan eventjes bij het tweede punt kijken. In het begin, de eerste golf, of de eerste, hoe moet dat zeggen, um, uh, uitbraak, is er dus helemaal niet gemeten op uh, uh, SARS-CoV-2, maar alleen maar op SARS-CoV-1. En uh, dat zie je dan, SARS-CoV-1, dus dat is een, uh, het, het virus uit 2002, 2003. Um, nou, mijn camera blijft het niet meer doen. En pas eind april is er gekozen voor een klinisch monster. Uh, toen nog met, met die drie targets. En vanaf juli hebben ze dan, zijn ze dan gaan meten met die twee targets. Dus als je dit kijkt, eerst hebben ze helemaal niet gemeten op SARS-CoV. Krijg je een piek, dan gaan ze meten met SARS-CoV. Krijg geen piek. En dan laten ze de specifieke targets laten ze los. En dan krijg je in het najaar weer een piek. Ja, dit is uh, datavervuiling avant la lettre. Hey Willem, ik kan je niet meer zien hè? Ja, ja ik daarbij pak even. de uh, andere camera daarbij. Willem, dit is, gaat over de vervolging van Trump. Ja. Uh, een van de rechtszaken waar hij al schuldig is bevonden. Dat was die hele bizarre rechtszaak. Uh, die ging over uh, zogenaamde uh, vervalsing van uh, de hoeveelheid. Van, uh, of de, de, de waarde van zijn uh, vastgoedportefeuille. En victimless crime. Uh, ook een crime. Uh, hij had dus aan de banken anders doorgegeven dan de, de werkelijke waarde. Wat heel dubieus is, want die banken hebben natuurlijk zelf een plicht om dat na te gaan. En uh, iemand kan zijn bezit een bepaalde prijs geven. Ja, dat kan. Uh, dus dit was ook helemaal geen zaak. Maar het leuke is in die rechtszaak is te zien. Dat die rechters zeggen van. Huh, waarom is deze zaak voorgekomen? Want alle referenties die u geeft. Die lijken helemaal niet op deze zaak. Die hebben hier niks mee te maken. En uh, je ziet die, uh, de public prosecutor uh, stamelen en, en strompelen. Uh, deze zaak wordt eruit gegooid. Daar kunnen we van uitgaan. En een rechter in Georgia die blokkeert zeven verkiezingsregels voor de 2024, voordat de verkiezingen in 2024 beginnen. Wat is het doel van die wijziging, Willem? Ja, dat, dat lijkt heel positief. Maar de Republikeinen zijn aan de macht en die willen voorkomen dat er, net als vier jaar geleden, wordt gefraudeerd in de verkiezingen van Georgia. Want dat is een van de swing states. De rechter heeft dus geblokkeerd dat er met de hand kan worden nageteld. Want dan zou je zomaar de verkiezingsuitslagen kunnen verifiëren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Hè? Hoe is het ook weer? Normaal is het controle. Maar hier moeten we gewoon vertrouwen hebben dat het goed gebeurt. En, en Ron Paul. Die, dat, is een, dat is een tweet van Holden Culotta. Die Ron Paul, dat is een. een, een, weet het, een, een dat was de vader was een, van Rand Paul. was ook een oud-senator. Oud een van ja. de libertarians en fel anti-oorlog. Ja, en hij waarschuwt dat de, de, de militairen van de Verenigde Staten. Die moeten geautoriseerd worden aan, om Amerikanen op VS-bodem te, uh, te doden. En hij denkt dat dat heel erg uh, gevaarlijk is. Um, wat is het doel daarvan? Van een, het gaat hier over een directive, hè, om een richtlijn van de DOD. Uh, wat is hier de bedoeling van, Willem? Ja, ik denk dat ze uh, uh, heel bang zijn dat uh, de verkiezingen wel eens de verkeerde kant op kunnen gaan. Dus uh, dat de koep steeds fysieker wordt. En een tweet van Western Landsman. En drie weken voor de verkiezingen na en na het debat heeft de FBI de statistieken van de criminaliteit in de VS uh, gemanipuleerd. En het laat een, een uh, stijging van 4,5% uh, sinds 2022 zien. In plaats van een daling van 2,1% zoals eerder uh, beweerd werd. Ja. ja waar, waar gaat het over? Ze proberen dus Trump de wind uit de zuiden te nemen door zonder iets mede te delen de feiten te verdoezelen of te veranderen om zijn narratief uh, aan te vallen. Uh, het laat zien dat de FBI een politieke organisatie is. En de, de VS die uh, vervolgt Rafael Correa. En zijn uh, familie. En um, dan hebben we het over Ecuadoriaanse uh, politicus Rafael Correa, uh, George Glass en hun families. Um, wat hebben deze families gedaan om dit te verdienen, Willem? Ja, die steunen Assange. En ik weet niet of ze ook uh, in het parlement zaten of een ministerfunctie hadden toen hij daar asiel had aangevraagd. Maar het is natuurlijk bekend dat de VS uh, er alles aan heeft gedaan om het regime daar op te om te kiepen, dat is toen gelukt. En de nieuwe president heeft, zijn, uh, heeft het verblijf van Assange uh, in de ambassade ingetrokken. Maar hier zie je de rancuneusheid uh, van uh, uh, de Verenigde Staten, maar ook dat ze openlijk, toch wel vrij openlijk, in uh, verkiezingen van andere staten interveneren. Dat is de Monroe-doctrine volgens mij, dat de Western Hemisphere is hun gebied, daar mogen ze eigenlijk alles doen. En een tweet van Kevin Bas, een arts. Uh, waarom verplicht de overheid in Californië opnieuw uh, mondkapjes? Mondkapjes zeggen zelf dat mondkapjes niet werken. En dan staat er een doosje van een mondkapje waarop gewaarschuwd wordt dat het geen enkele bescherming tegen COVID-19 biedt. Of andere virussen of, uh, uh, hoe zeg je dat, contaminanten. contaminanten. Ja. Ja. ja, waarom ja. doen ze dat? Eh, kijk, het, het is een provocatie, hè, Willem. Kijk, het staat op die dosis. Maar als de overheid zegt, je moet gewoon een mondkapje dragen, moet je dat gewoon doen. En je moet niet vragen waarom, of dat goed is, of dat werkt. Je moet het gewoon doen omdat wij het zeggen. Want wij weten wat goed voor jou is. Het is een teken maar... van onderdanigheid en van vernedering. Daar gaat het om. Precies. Ja. En het is überhaupt brutaal dat je het na, na een aantal jaren dat je dat nog steeds weer opnieuw probeert. <laughs> ja, en uh, hier is een uh, rechter in uh, of in, uh, nee, een, uh, hoe een niet, openbaar de, aanklager. De general, ja, een aanklager, sorry, in Kansas. Chris Kobach die vervolgt Pfizer nu omdat zij uh, kan de inwoners van Kansas misleid hebben over het uh, COVID-vaccin en dan gaat het vooral over de misrepresentatie van bijvoorbeeld dat het veilig zou zijn voor zwangere uh, vrouwen, hoewel ze wisten op de hoogte waren van de vele risico's voor zwangere uh, vrouwen. Hij zou gezien dat er enorme grote problemen waren bij testen met zwangere. Uh, met Draagde ratten. En ze hadden ook informatie al in februari 2021 over 458 zwangere vrouwen, met dat die complicaties hadden. Ja, Willem, een rechtszaak, een strafzaak is dat dan uh, tegen uh, Pfizer. Wat gaat daarvan uh, komen? En over de vervuiling met de DNA. Ja, uh, allemaal natuurlijk in ontwikkeling. We hebben ook in de. Uh... Verslagen van het CBG: Dit soort tekst kunnen lezen. Dat er niks bekend was over de veiligheid voor zwangere vrouwen. Dat ze toch hebben aangeraden om te prikken. Dus uh, ja, ik, ik denk dat uiteindelijk Pfizer wel geofferd gaat worden, hoor. Ja, en dan hoop ik bijvoorbeeld in Nederland. Uh, de gezondheidsraad heeft ook gezegd dat uh, zwangere vrouwen maar geïnjecteerd moesten gaan worden. Ja. Ze hebben ook zo'n advies afgegeven. Dus Gebaseerd ja. op niks, van he, de dat staat nu vast. ]heidraad... Er was ja, geen data precies. en toch hebben ze het uh, geadviseerd. Ja, dus die leden van de gezondheidsraad die zijn ook de eerste die strafrechtelijk uh, vervolgd uh, dienen te worden. Tenminste, na uh, Pfizer zelf natuurlijk. Um, en de, een, um, een uh, beroepshof in uh, Montana, die heeft opnieuw de wet uh, geactiveerd waarin het verboden is om op basis van de vaccinatiestatus uh, te discrimineren. Overigens, Willem. is dit ook de wet in heel Europa hè? Dat is zo vastgelegd ja. met uh, artikel 14. De jurisprudentie daarover is heel duidelijk. De medische status is uh, een ongeoorloofde status om te discrimineren. Uh, tot nu toe willen de rechters dat niet weten. Nee. We hebben daar overigens meerdere uitzendingen over gemaakt. En ook in rechtszaken hebben we dat iedere keer weer opnieuw aangevoerd. En de overheid in de VS stopt grotendeels met medische behandelingen voor jongeren met genderdysforie. Ja, dat ja, is heel ja, goed, goed nieuws. nieuws. Ja. En uh, er is een uh, BRICS-top uh, in Kazan. En daar zullen meer dan 50 delegaties van de hele wereld aanwezig zijn. En 32 op het niveau van presidenten of, of uh, regeringshoofden. Uh, en uh, de komende top zal de meest representatieve internationale forum zijn... Uh, in de geschiedenis van het moderne Rusland. Hè, BRICS uh, wordt steeds groter, breidt steeds verder uit. Um, maar, maar het belangrijkste uh, is eigenlijk, Rusland is niet geïsoleerd. De sancties zijn compleet mislukt als je dacht dat het ging om Rusland aan te pakken. Ja, maar uh, keep up your hopes. De BRICS uh, zal geen cent beter zijn dan de, andere, dan de tegenhanger daarvan. Artsen zonder grenzen gedwongen alle activiteit in Rusland uh, te staken nadat de Russische regering het, het NGO-register heeft geschrapt en de organisatie moet dus het land uh, in principe verlaten. Ja, klinkt schokkend, maar artsen zonder grenzen is een uh, hele foute organisatie. Die hebben ook uh, met COVID vol meegedaan. Ze hebben in uh, plaats van uh, vluchtelingen te helpen, hebben ze de vluchtelingen massaal uh, gevaccineerd uh, tussen aanhalingstekens met COVID-vaccins, dat was hun eerste prioriteit. En ook op andere gebieden mm -hmm. is er veel aan te merken. Dus wat denk jij van deze actie om uh, een, de arts zonder grenzen uit Rusland ja, te weeren? Een paar jaar geleden zou ik zeggen: oh, daar heb je Rusland weer met die dictatoriale neigingen. En nu denk ik veel meer van: oh, was artsen zonder grenzen inderdaad Rusland aan het ondermijnen? Ja, grote kans van wel. En buitenlandse politiek. In de Verenigde Staten moet je de ontspanningspolitiek en handel tussen Berlijn en Moskou verhinderen. Nou, het staat nu zwart op wit. Het wordt gewoon toegegeven. Het hele doel van alles wat er op dit moment gebeurt... ...is om te zorgen dat Duitsland en Rusland uiteengedreven worden. Dat is een doel wat al tientallen jaren nagestreefd wordt door de VS. Want... Als Rusland en eh, Duitsland samen zouden komen, zou het het grootste machtsblok ter wereld worden met een bloeiende economie en een concurrent voor de VS worden. En dat kan natuurlijk niet. Dus uh, als je nog steeds afvraagt wat er aan de hand is en waarom Duitsland vernietigd wordt, dit is één van de belangrijkste redenen. En, en nog een bericht uit Duitsland: het econo economische wonder van Habek cijfers in Duitsland. Hè? En Hij heeft iedereen een wat... record. Ja, precies. En stijgende cijfers kan niet fout zijn. En zeker als je meer verstand hebt van het schrijven van kinderboeken van de economie. Dan zeg je: ja, kijk maar, de cijfers gaan toch omhoog? Het zijn wel de faillissementcijfers. Dus hier wordt natuurlijk de draak gestoken met Habeck en Lindners. Dat is de minister van de Economische Zaken, volgens mij. Van, van, van de Financiën, wat was het nu? Welke was het? Financiën, ik denk ik. Denk ik. Financiën was het, ja. Nou, Lindner, die wil dus uh, een belastingverlichting voor de bevolking. Eindelijk. Hè? En een, een, een gezin van met vier personen, die gaat in 2025 maar liefst 21 euro erop vooruit. Ik denk dat hij een heel groot applaus krijgt. Nou, ja, dat hebben ze ook hard nodig. Dan hebben ze heel hard nodig, want dan gaan we naar de volgende slide. Kostenexplosie. Uh, de aantallen uh, ambtenaren aantallen in ministeries hebben zich verdubbeld sinds 2013. Nou, Wilm, dat hebben we volgens mij in Nederland ook uh, behandeld. Identiek. We... Identiek. Identiek. Um, en dat kost maar liefst 67 miljard euro per jaar. Hè, die stijgende bureaucratie. Ja. En, maar goed, ze gaan er gelukkig 24 euro vooruit, hè? het is een provocatie natuurlijk, hè? want dit, hoe durf je het überhaupt te zeggen, van kijk mensen, ik ga iets voor jullie doen, daarom hebben ze ook stemmen gekregen, weet je? we hebben hem gekozen, maar dan gaan we er maar liefst 24 euro per jaar op vooruit, hoera, hoezee, hoezee. Maar het wordt nog veel gekker. Ach, in 2025, oh je ging er net 24 uur uh, euro voor een heel gezin op vooruit, maar je moet wel even meer betalen voor de ziektekostenverzekering. Die gaan maar liefst 16,3 tot 17,1 procent stijgen. En dat is een, een sprong van ruim 0,8 uh, punt. Dus, ach, die 24 euro die kan je weer inleveren. En waarschijnlijk moet je er nog iets op toeleggen. Maar goed, de bedoeling die dat was, waarschijnlijk wel goed. Hè? We wilden dat je het beter krijgt. Is alleen dit jaar niet gelukt. Misschien volgend jaar opnieuw. En een Forssa enquête 19%, en dan gaat het over Duitsland. 19% had een bijwerking bij de vaccinatie. En 40% roept op tot een enquêtecommissie. Kijk. Uh, ja, de roep op. Ja, in Duitsland, dat hebben we al vaker gezegd, eh, daar is de beer los. Mensen zijn massaal aan het wakker worden. Mensen hebben door dat ze belazerd zijn door een regering, dat hun, uh, hun, hun uh, volksvertegenwoordigers uh, landverraders zijn die uh, vervolgd zouden moeten worden. Dat is in Duitsland langzaam mainstream aan het worden. Uh, 29% roept zelfs op um, tot uh, juridisch onderzoek of, of strafrechtelijk onderzoek tegen de uh, verantwoordelijke politici. Zover zijn we in Nederland nog niet, maar Willem. Um, er gaat okay. geen onderzoek komen na de coronatijd. Hè? Dus de enquête gaat niet door in Duitsland. Waarom niet? Nou, daar is een hele logische reden voor, want de SPD die is angst dat er dan tribunalen komen. Oké. Okay. Um, laten we geen enquête doen, want dan moeten wij namelijk voor een tribunaal verschijnen. Dus laten we dat maar gewoon zitten. Ik maar bedoelen ze hier nou mee best... van laten we dat proces overslaan? Want we zeggen hiermee we zijn schuldig. Ja, wat zeggen ze hiermee? In ieder geval, eh, kijk hetzelfde. Ja, ik, eh, laten we je maar niet eh, voor de rechter brengen voor die bankoverval, want dan word ik namelijk veroordeeld. Eh, is dat een schuldbekentenis? Ja, dat is een schuldbekentenis. Eh, en daarom is het des te verwonderlijker dat eh, mensen als schoof en de IVD en de NCTV nog steeds roepen dat als je roept om tribunalen, dat je dan eh, anti-institutioneel bezig zou zijn. Het is inmiddels dan... andersom. Als jij vindt dat er geen tribunalen moeten komen, dan ben je echt een anti-institutioneel denker. Precies. En de overheid, de regering in Slowakije, die onderzoekt op dit moment de COVID-pandemie. En het heeft ontdekt dat, het, dat er sprake was van een hoax. Hè? Corona was een hoogst. Nou, horen we het ook weer een keer van een andere lidstaat binnen Europa? Ja, die kunnen we ook gelijk verbieden, die lidstaat Slowakije. Laten we het gelijk verbieden. Laten we ze gelijk de regering oppakken, want ze verbreiden hier anti-institutioneel extremisme. En zij hebben nu voorgesteld om de mRNA-injecties te gaan verbieden. Willem, wat gaat daarvan komen en hoe stoer is dit? Ja, dit is heel stoer. Uh... En het, ja, het, 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 het grappige of het, het, waarom dit kan is omdat uh, Robert Vito uh, natuurlijk al een liquidatiepoging achter de kiezen heeft. Dus of ze dat nou nog een keer zullen doen, ja, dat, dat zou wel heel erg in de gaten lopen. En Slowakije is een beetje het Florida van Europa geworden hiermee. Ja. En tweet van Max Bloementaal, ik heb ontdekt of ik heb gehoord dat het, uh, de, de regionale rechtbank in Israël um, bevolen heeft om de, Jeremy Lofredo, de, de journalist uit de Verenigde Staten, vrij te laten uit detentie, um, maar dat hij nog het land voorlopig niet mag verlaten en ik kom later nog met een update. Nou, goed nieuws, in ieder geval vrijgelaten. Ja, we voor... vorige week hebben we erover bericht. Dus dit is een, uh, een journalist van de Gray Zone. Um, Max Bloementaal is overigens joods, net zoals Aaron Maté. Uh, maar ze zijn allebei heel kritisch op het, is, uh, op het optreden van Israël. Uh, en dat is denk ik ook de reden waarom uh, deze Jeremy Lofredo is, uh, is aangepakt. Hij was namelijk bezig met het vastleggen van de schade van de Iraanse beschieting. En dat zou een deuk in het imago van Israël slaan. Uh, Israël houdt natuurlijk voor, uh, vol dat uh, Iran niks kan en dat ze geen schade hebben geleden. Maar de werkelijkheid is anders. En dat mocht hij niet naar buiten brengen. En John Kimpoor is onderbroken door geweld Israël en Libanon in conflict. Dus tijdens de religieuze observatie van John Kimpoor, de dag van vast en verzoening voor de ge Joodse gemeenschap, hebben ze toch allemaal gevechtshandelingen moeten verrichten. Ja, en dan zou je en zeggen, want... oh wat, wat erg van die Libanezen, dat ze zelfs Israël aanvallen op hun heilige dagen. Maar nee, 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 Israël is zelf oorlog gaan voeren in Libanon op hun feestdagen. Ja, maar dan mag je natuurlijk niet terugslaan, want dat is dom kippoer. Daar moet je toch rekening mee houden als vijand. Ja, Ook ja als, je, als je dan nog terugvecht, dan is het echt antisemitisch. En Israëlische tank valt VN vredesmacht aan in Zuid-Libanon. En dan gaat het over de Unifil uh, die uh, onder vuur genomen is. Ja, en Netanyahu um, heeft niet zijn excuus aangeboden, maar hij heeft geëist dat Unifil, omdat ze in de weg staan, helemaal verdwijnt. Hij wil dat de blauwhelmen zich terugtrekken uit Libanon. Toen uh, een Milosevic dit eiste, werd heel Servië helemaal plat gebombardeerd. Maar ik, ik hoop dat niet hetzelfde gebeurt bij Israël. En uh, Israël die escaleert verder met aanvallen op Libanon, op, op uh, hulpverleners, op eerste uh, hulpverleners, op uh, medici... Uh... En vijf uh, hulpverleners zijn uh, vermoord of uh, gedood. Ja. ja, je ziet everything goes. Israël die heeft lak aan elk uh, internationaal oorlogsrecht, aan elk internationaal recht. Uh, uh, Israël voelt zich ver verheven boven wat voor een uh, internationale norm uh, dan ook. En daar mag je natuurlijk geen kritiek op hebben, want dan ben je namelijk antisemiet. Ja, en ergens weet je, ze komen ermee weg. Ze weten dat ze ermee wegkomen. En in die zin is het wel eerlijk: van oorlog is oorlog. We schieten gewoon alles kapot. Want dat is ja, oorlog eigenlijk het... altijd. Hè. Het is een beetje. Oorlogsrecht is heel lastig. Het, het, want het, het werkt niet. Maar goed, het zijn in ieder geval volgens internationaal recht. Is uh, ja. het uh, oorlogsmisdrijven? Ja. Ja. ja, en dit hebben we ook al voorspeld. Nu zijn. Uh, de vijanden van Israël uh, hoge posities aan het targeten uh, en deze hebben ze kennelijk kunnen liquideren uh, wel een, uh, een hoog iemand in, uh, in uh, militaire rang dus ja een, een, vanuit het idee van Israël dat anything goes is dit ook ja gerechtvaardigd ja legitime ja, ja. ja. Dus als je juicht als allemaal piepers uh, overal afgaan ja dan moet je ook accepteren dat uh, je eigen uh, toplieden uh, op een gegeven moment vermoord worden. Dat hoort immers bij het spel. En je hebt die spelregels zelf uh, uh, gemaakt. En uh, Brussel uh, laat de onderhandelingen met Bern. hebben ze hun uh, masker laten vallen. De directe democratie, zo zegt de EU, de directe democratie in Zwitserland is tegen de belangen van 27 EU-lidstaten. En zo duidelijk hebben we nog nooit gehoord. Nou, dit hoe duidelijk we het hebben, Willem. Ja. De EU is antidemocratisch. Zij moeten helemaal niet. Dat wisten we al. Maar ja. nu zeggen ze het een keer van wij willen helemaal geen democratie. Dat zeggen we alleen maar om jullie voor de gek te houden. Wij willen een vierde rijk. Nu snap je ook waarom de D66, uh, die, uh, die, die hebben het referendum uh, laten vallen. Hè? Uh, de, de sterker, ze hebben de wet afgeschaft. Nou, dat is allemaal vanuit de EU. Uh, men moet, het laatste wat men wil is dat burgers invloed hebben op het beleid. kunnen we niet hebben. NOS nieuws. Uh, Poolse premier Tusk wil asielrecht tijdelijk. Afschaffen. Ja, nou lijkt ook... dat heel goed en stoer. Maar Tusk is een operative van Europa. Dus wat is hier nou eigenlijk aan de, aan de hand? Uh, het is van twee walletjes. Uh, naar zijn eigen bevolking die hem uh, inmiddels uitkotst, uh, wil hij een beetje stoer doen. Maar als je dat artikel dan verder leest, dit gaat dus niet over de migrantenstroom uh, die Polen overspoelt, met name Oekraïne. En aan andere gebieden. Nee, dit gaat over de paar mensen waarvan Tusk zegt dat uh, Lukashenko van Wit-Rusland, bu het buurland van, uh, van Polen, ze expres over de grens stuurt uh, naar Polen toe. Ja, het, het is uh, allemaal bedrog natuurlijk. En NVA blijft grootste partij na Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Uh, ja, de vorige keer bij de nationale ja. verkiezingen was het al heel dubieus dat ze met stemmachines ja. en precies daar won de NVa en bleven ze Vlaams belang uh, de baas. Maar uh, ze doen het gewoon nog een keer, want in België dan kan dat. Ja. Ik wil vergeten die verkiezingen. Het is een en al bedrog, net zoals al alle rest uh, bedrog is. En uh, Noord-Ierland uh, die uh, de, over, de regering. Die uh, bekijkt de mogelijkheden voor verplichte vaccinaties uh, bij nieuwe health emergencies, zoals bijvoorbeeld COVID-19. Dus bij een volgende hoax willen ze mensen gedwongen gaan uh, vaccineren. En dan weet je in ieder geval wat er aankomt als je in Europa woont. En gedwongen quarantaine als onderdeel van nieuwe wetgeving. En men gaat gewoon door met de terreur. En uh, premier uh, Roger Cook uh, die uh, hoe zeg je dat, uh... veroordeelt het optreden van de, de, de het gemeenteraad die uh, met een 5-2 stemming heeft opgeroepen om de uh, COVID-vaccinaties uh, te schorsen. En dan zie je wat een kleine gemeenteraadsvergadering allemaal teweeg kan brengen. Het hele land staat, uh, staat in vuur en vlam om dit weer terug te draaien. Want dit, dit kan natuurlijk niet. En dit zijn hele mooie barsten in het bastion. En uh, Prins uh, William, die uh, giegelt uh, als hij uh, de ster bij je kinderarmen opdoet. En uh, een, ze krijgt ook weer een orde. Zij wordt een. Uh, wat was het nou? Wat was het? To watch? Zij wordt een dame hè? of een, uh, ja, hoe noem je dat? een. dame. Een Een dame. Een deem, een dame. Ja, en um, ja, we kennen uh, Jacinda Arden als de uh, dictator die Nieuw-Zeeland naar de afgrond heeft gebracht. De hele bevolking gedwongen heeft uh, geïnjecteerd. En een enorme terreur heeft uitgeoefend. En toen weer de achterdeur uh, verdween. En die krijgt nu dus uh, onder giegelend krijgt zij dus een orde uitgereikt. Nou, dan weet je als jij een orde uitgereikt uh, krijgt, dan zit je pas... Echt fout. Dus iedereen die nog een orde heeft, ik zou zeggen, stuur hem terug, want het is uh, geen eerbetoon. Het is een schuldbekentenis. Kosten voor pinnen van contant geld fors hoger. Dit zijn de. Nieuwe tarieven. Geld opnemen is voortaan niet meer gratis. Er worden kosten in rekening gebracht. Ongeacht het bedrag wat je opneemt, groot of klein. En elke keer zullen er bijkomende kosten zijn. Met andere woorden, stop met het opnemen van geld. Alleen nog maar digitaal betalen. Want men wil af van contant geld. Dat is natuurlijk net te gek, want het is de core business van een bank. Om te zorgen dat jij je geld kan opnemen. Tenminste, dat was het ooit. En nu moet je betalen voor iets wat eigenlijk een de de dienstverlening zou moeten zijn van een bank. Willem, wat wil jij hier nog over zeggen? Ja, het is zo grappig. Ik, hè, met mijn dansschool was ik al helemaal digitaal. Uh, en ik ben daar pas anders in gaan denken door COVID. Toen ben ik pas echt de waarde van cash geld gaan zien. Ja, dus haal al je geld van de bank en doe alles alleen nog maar contant. Uh, ja. Dat is de enige manier om onder deze dictatuur uiteindelijk uit te komen. En een, bericht, en een tweet van Nieuwsuur, de opmars van de zelfscankassa lijkt een prijs te hebben. Voor winkelmedewerkers die klanten tijdens steekproeven moeten controleren, is het niet altijd veilig. Vakbond FNV pleit voor maatregelen die de werkomstandigheden verbeteren. Ja, ik, ik begrijp dit niet zo goed. Want als jij nou een zelfscankassa hebt, dan ben je in principe in dienst van die supermarkt. En dan mag je toch een soort vertrouwen hebben dat als jij zojuist hebt afgerekend bij een zelfscankassa, dat 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 klopt. Anders moet je ook niet mensen zelf nou, gaan laten scannen. Ja, maar die cachères... die hebben ook niet goed opgelet. Hè? Dan moet je door onderhandelen. Ze hebben een promotie gemaakt. Ze zijn van cachère naar beveiliger gepromoveerd. Ja, maar hoe zit het dan voor de vergoeding? Want uh, je doet in principe werk, je werkt op dat moment uh, voor die supermarkt, want je bent je eigen spullen aan het uh, scannen en afrekenen. Uh, wat voor vergoeding staat er tegenover? Krijg je dan een korting? Ik, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar nee, maar je wordt vraag, wel dit... geholpen in uh, je aankoop. Hè? Dus als je te veel CO2-schadelijke producten koopt, dan uh, gaat een alarm af. En dan word je in de boeien geslagen en weggenomen. Ja, en um, men wil in de het Verenigd Koninkrijk overweegt men om uh, werkloze dikke mensen uh, die wil men nu gratis Ozempic uh, gaan toedienen, en er zijn zelfs stemmen omdat men gedwongen te gaan doen. Nou, wat is Ozempic? Dat is uh, een uh, middel wat uh, helpt tegen obesitas. Um, ja, en dan het heeft wel eerste bijwerkingen. Precies. Je kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals al. Tumor, uh, thyroid cancer, et cetera, et cetera. Nou, uh, doe mij maar een prikje, zou ik bijna zeggen, Jeroen. Nou, het is levensgevaarlijk. Uh, Redacted heeft er ook een uitzending over gemaakt. De, intussen gaan de cijfers van obesitas uh, in, in de Verenigde Staten flink omlaag. Want het wordt massaal toegediend. Er gaan honderden miljoenen gaan weer naar de farmaceutische industrie voor iets. Kijk, normaal gesproken, als mensen te dik zijn, zou je een gezonde levenswijze moeten. Uh, propageren. Het tegendeel gebeurt. Je geeft gewoon iedereen een prikje en als ze dan ook nog daarvan overlijden, is het alleen maar meegenomen. Ja, en let op, wat dit is, is een volgende stap naar Getting Rid of the Useless Eaters. Precies. En in dit geval letterlijk Useless ja. Eaters. Want die eten zich al bijna dood. Nou, dan geef je ze ook een prikje geven. Uh, goed, I iedereen zijn vrijheid en gedwongen prikjes, daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. thank mm -hmm. you mm -hmm. En daarmee komen we bij juridisch. Want uh, we dachten iedere keer het gekste gezien te hebben. Uh, de band van David Eijk loopt volgende maand af. En David Eijk uh, uh, keek alweer vooruit om naar Europa te kunnen reizen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Ik heb afgelopen week een brief gekregen van de minister van Asiel en Migratie. En ik heb de mededeling gekregen dat ze voornemens. Overigens, zijn... nog eventjes op... voor de duidelijkheid: dit is minister Faber hè, van de geliefde PVV. Oh ja, de PVV waar mensen massaal op gestemd hebben, want men wilde namelijk verandering. Nou, ook hier de verandering is dat we net zo hard, keihard doorgaan met het onderdrukken van ongewenste meningen en desinformatie. Um, de, de, het voornemen is dus om het twee jaar te verlengen. We moeten binnen twee weken een, een zienswijze uh, gaan indienen. Nou, wat staat er in die brief? Daar staat bijvoorbeeld het besluit van 3 november is eh, 2022, is gebaseerd op een informatierapport van de politie Amsterdam. En daarin staat dat meneer Eick al jaren bekend staat als verspreider van complottheorieën. Zo beweert Eick onder andere dat de wereld geregeerd wordt door reptielen. Hetgeen niet waar, waar is, hij heeft het niet door nee, reptielen, maar, heeft het kijk, reptiliën. Ten ja. eerste, is dat strafbaar? Complottheorieën? Nee. nee. Ten tweede, wordt hier niet. keihard gelogen. Want in het wopstuk zien we dat de IND toestemming heeft van de NCTV... om het bijgaand document, namelijk het NCTV-document... met de politie te delen. Dat komt helemaal niet van de politie. Dit document waar zij naar verwijzen... is een herschrijven van het NCTV-document. En dat hebben we in, in uitzending al eerder laten zien. Dat is helemaal gedocumenteerd vanuit die mopstukken. Sterker, er zijn zelfs twee of drie versies... op een gegeven moment van geschreven. Ja. Want het voldeed niet aan waarop men het wilde gebruiken. En er is dus nog een keiharde leugen... Ja. En wat staat er namelijk in dat de politie zou in het trio rapport ingeschat hebben dat de komst niet alleen gevolgen zou kunnen hebben voor de openbare orde in Amsterdam, maar ook voor polarisatie binnen de Nederlandse samenleving. En als we dan even kijken naar wat er in het rapport staat, daar staat letterlijk ik citeer en na aanleiding van de komst van David Icke zijn de andere politieeenheden bevraagd of er signalen zijn dat de komst van Eijk mogelijk kan leiden tot een verstoring van de openbare orde. En dan komt het. Hierbij zijn er geen signalen naar voren gekomen voor mogelijke openbare ordeverstoring buiten Amsterdam, waar de demonstratie zal plaatsvinden. Keiharde um, leugens. Maar dit, dit is dus het niveau van de ministeries. En ze, ze hebben het opgegeven om het te spinnen of te veranderen. Nee, ze zeggen gewoon dat het zwart is terwijl het wit is. Dit komt, en in mijn inschatting is dit komt rechtstreeks van premier Schoof inmiddels, hè, destijds verantwoordelijk voor, uh, uh, voor geheime diensten. Daar uh, komen we uh, zo nog op, ja. Ja, deze is ook mooi. Ja, de rechtbank oordeelt dat ondanks dat niet rechtstreeks opgeroepen wordt tot geweld deze uitlatingen wel... ...potentieel schadelijk kunnen zijn. Dus niet schadelijk, maar potentieel schadelijk kunnen zijn... ...voor de democratische samenleving. En daarmee een potentieel, dus geen bedreiging... ...maar een potentiële bedreiging van de openbare orde vormen. Zoals ik eerder heb opgemerkt... ...bent u tegen deze uitspraak in hoge roep gegaan. In die procedure is er nog geen uitspraak gedaan. Inderdaad, na twee jaar nog steeds geen uitspraak. Zelfs geen zitting is gepland. Maar dan kijken we nog eventjes in de tekst... ...van wat heeft de rechter nou gezegd... Rapportages en analyse van de NCTV. Daarnaast verwijst het NCTV erop dat de verspreiding en normalisering van. bla 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 bla. bla. Die, dit vonnis, dit toen we het lazen, zaten we al van. hè. Huh? allerlei stukken gekopieerd uit die. Uh, uh, dreiging terrorisme Nederland, uh, et cetera. Dit is de NCTV. Deze rechter heeft het vonnis helemaal niet geschreven. Het is dus NCTV zelf die het vonnis heeft geschreven. Wat we al vaker vermoed hebben dat het daar vandaan kwam... Dat, dat zie je ook aan de tekst opbouwen en ja. noem maar op. Dat... Uh, en uh, ja, nog meer uh, demoniseren, de dehumaniseren en het gebruik van termen als onderdrukking, genocide en tribunalen kunnen bijdragen aan deze conclusie. Een kleine minderheid van soevereinen is bereid om offensief geweld te gebruiken tegen vermeende kwaadaardige elite. Bij meerdere zelfverklaarde soevereinen werden. Vuurwapens en munitie aangetroffen. En in 2024 zijn ook een aantal radicale soevereinen aangehouden. Hierbij is ook sprake van verdenking van een deelname aan een terroristische organisaties. What the fuck? Heeft David Eyck hiermee te maken? Willem, heb jij hem hier misschien een antwoord op? Nee, eh, dit is echt er iets bij halen om er iets van te maken. En dat geeft de zwakheid aan van deze zaak. Er wordt lukraak een groep waar David Eyck niks van mij heeft te maken erbij gehaald. Eh, en die wordt ook nog eens voor de bus gegooid. Want er wordt net gedaan alsof dat een gewelddadige groep is. Wat op zichzelf al een leugen is. Maar nu komt ja, maar de even juridische even... mooiste. Willem. Ja, Willem. Alles wat we zojuist gelezen hebben, het is in geen velden of wegen strafbaar. Het valt gewoon binnen de vrijheid van meningsuiting. En we hebben het al uit en treuren in al die zaken naar voren gebracht. Zeker als tegen politici zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting bijna onbeperkt. Je mag politici uitschelden, want dat is historisch. Doen mensen dat altijd al? Mensen vertrouwen politici namelijk al, al, al weet ik hoe lang niet. En je mag dus flink losgaan op politici. Als je dat in tegenkant moet niet de politiek gaan. Maar het belangrijkste argument wat wij op dit moment bij de lopende zaak is is namelijk dat men heeft de tekst veranderd van artikel 24 van het Schengen uitvoeringsovereenkomst. En namelijk de oude tekst was de in lid 1 onder aangenoemde situaties doen zich onder meer voor wanneer. En dat biedt ruimte voor een brede interpretatie. Die tekst is veranderd, doen zich voor wanneer. En dan zijn er dus dit zijn een, een limitatieve gronden. lijst van criteria. Daarbuiten, ja. Als het daarbuiten valt, doet het ze dus, dus niet voor. Nee, dan mag je dus iemand niet op de Schengenlijst zetten om iemand de toegang tot het land te verbieden. Eerste criterium is dat je veroordeeld bent voor een strafbaar feit, hè, tot wat in ieder geval één jaar op staat. Nou, is geen geval, is niet het geval. Twee. Er zijn gegronde aan redenen om aan te nemen dat een onderdaan uit een derde land een ernstig strafbaar feit onder meer terroristisch me misdrijf heeft gepleegd. Omdat de duidelijke, duidelijke aanwijzingen zijn dat hij overweegt dat de pleeg op het grondgebied van de lidstaat. Nou, de minister heeft toegegeven dat daarvan geen sprake is, Willem, in die procedures. Dus laten wij even A en B zijn. zijn bevestigd dat daar geen sprake van is. En de derde is, sowieso geen sprake van. Met andere woorden, het. Kan niet, het kon niet en het zal ook nooit kunnen. David Eijk mag De minister niet. beweert dat de wet hetzelfde is gebleven. Ja, ja dat is niet veranderd. En ik zou ik vertellen waarom. Het kan niet de bedoeling zijn door die tekstuele wijziging dat men mensen als David Eijk niet meer kan uh, signaleren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus zo kan die tekst ook niet uitgelegd worden. En, het is en een dit, beetje de omgekeerde wereld. Dit noemen we doelredenatie. En dit was heel typerend aan de fascistische rechtspraak, onder andere onder de nazi's. Hè? Dit was één van hun kenmerken. Nationaal-socialistische rechtspraak. Hè? En dat is niet overtrokken. Daar is een, dokter, een, een dokters- en promotiewerk over geschreven. Ik heb dat vaker geciteerd. Dit is zijn doelredeneringen. Bevoegdheden lezen die er niet staan. Want het kan niet zo zijn dat je die bevoegdheden niet hebt. Want anders zou je namelijk niet kunnen doen wat je namelijk wil doen. Ja, het is knettergek. Maar dit is het niveau van onze overheid. Nou ja, zij krijgen gewoon opdracht. Deze David Eyck moet geweerd worden. Mag niet hier komen. En nog even een beetje. Um, ja, even, ik, ik merkte allereerst op dat het niet is gebleken dat u uw ge, gedachtegoed dat u aanhangt afstand hebt genomen van het eerdere gedachtegoed. Oh, dus, was het een vereiste ik moet doen? Ja, je moet eerst even zeggen: Ja, ik weet je, ik heb er toch nog eens over nagedacht. En uh, nee, um, ik vind, uh, ik, 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 ja, ik, ik sta niet meer... Ik ben meer eigenlijk wel voor ik... die elite, ze zijn toch eigenlijk wel goedaardig. Ja. Ja, en tribunalen, nee, dat, dat is geen goed idee. Ik vind niet dat mensen die zich schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid voor een tribunaal moeten komen. Vind ik niet. Die woorden neem ik terug. Dus als jij misdaden pleegt tegen de mensheid, mag je gewoon in vrijheid blijven. Dat is mijn gewijzigde mening. Uh, en ook grappig hè, dat ze nog een keer de, dat interview met Jensen, hè, u, u, ook herhaalt u in het interview met Robert Jensen dat uh, COVID-19 een hoax was en dat de vaccinatie bedoeld waren om de bevolking te controleren. Ik snap deze zin niet zo goed, Willem. Wat bedoelen ze nou dat COVID geen hoax was? Of ik, ik snap het niet zo heel nee, goed. Nee, ze vinden het dus heel vervelend dat hij bij Robert Jensen allemaal waarheden vertelt. Dat is wat ik uit deze brief haal. Een andere is. Wacht eens eventjes. Als jullie toegeven dat er geen verdenking is, hoe komen jullie dan al deze informatie? Er is helemaal geen bevoegdheid om buitenlanders op deze manier te bespioneren. Maar het laat wel zien dat men David Eyck op de voet volgt. Hè? Men heeft ja. werkelijk alles wat hij plaatst en hij heeft een nieuw boek heeft hij ook uitgegeven. Dat staat hier ook. Um, Oh nee, wacht even, dit is nog een uh, andere. Ja. Uh, daarnaast uh, uit u zich nog steeds tegen de Nederlandse overheid. die u in diverse interviews fascistisch noemt. Ja, dat doe ik ook. Uh, waarom? Omdat het fascistisch is. Als je, nou fascist... als je nou niet fascistisch gedraagt. dan snap ik dat je beledigd bent als je fascistisch genoemd wordt. Maar als je daar niet van houdt, doe het dan ook niet, zou ik zeggen. Gaan we naar de volgende? Even Ja. Ja, over Schoof zelf, hè, die, dat komt ook nog even aan boord. Verder stelt u in het interview dat de huidige Nederlandse premier Dick Schoof verantwoordelijk is voor uw signalering in het CIS. Ja, en dan um, kijken we even en... eronder uit een wopstuk. En dan zien we, want dat hebben ze verkeerd geredigeerd. Paraferen SG, want toen was hij nog secretaris-generaal van uh, de uh, Justitie. Behandeld door Schoof. Dit is, <laughs> H staat voor Hendrik, dus daarom heet hij Dick. Maar hij is er toch voor verantwoordelijk, dus ik denk, kan deze brief alleen maar opvatten van wil je alsjeblieft stoppen met al die feiten te vertellen? Ja, ja dit, dit, dit is uh, werkelijk uh, net te gek. Um, en dan hebben we hier nog. Uh... Dit betrof een open debat over antisemitisme als wapen. Hij wilde een evenement bijwonen. Hè? Daarvoor hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd. Is niet eens behandeld. Hè? We hebben twee voorlopige voorzieningen aangevraagd, die zonder behandeling uh, zijn afge, uh, afgewezen. Centraal zou staan dat opiniemakers met afwijkende meningen steeds vaker beschuldigd worden van antisemitisme. En we hebben voor dit debat ook uh, voormalig minister van Justitie en Veiligheid uitgenodigd, Jus Silkus. En de NCTV uh, van de NCTV, de Schoof, uitgenodigd. Voor zover bekend hebben zij niet deelgenomen aan dit uh, debat. Nou, ja, we dat wel, weten ze gewoon... daar wel hoor, maar ze hebben inderdaad niet deelgenomen. Je Silgers heeft nog wel laten weten dat ze niet komt. Maar als we dan die brief van je Silgers lezen. waarin ze oproept tot actie. dit gaat over deze demonstratie hè, van. De demonstratie van uh, de Dag van de Menselijke Verbinding. georganiseerd door Samen voor Nederland. En uh, daar heeft ze allerlei inhoudelijke. Uh, uh, ja. Uh, meningen over. en haalt ze inderdaad ook antisemitisme aan. Dus het is toch heel logisch dat we hier een debat mee wilden met Jacil yes Gus. Dit, dit heeft ze toch geschreven? Ja, maar het is niet de bedoeling dat je debatten voert hierover. Hè. Dat is, want dan zou ja, dan moet je met argumenten komen en we zijn het uh, post tijdperk. Uit dit alles blijkt dat u naar Nederland wil komen, of in ieder geval wilde komen. om uw gedachtengoed in persoon te verspreiden. middels het promoten van uw boeken en het bezoeken van evenementen. In het interview met Jensen zegt u zelfs letterlijk. I come to Holland by my ban. En. wat vreemd dat, je, dat iemand zomaar durft te zeggen dat als mijn ban is opgegeven. dat ik naar Nederland ga komen en dat ik mijn boek ga promoten. Ja, maar Jeroen, dan zou u toch gebruik maken van zijn rechten? Kijk, wat David eigenlijk niet snapt. Is het als hij nou belooft nooit meer naar Nederland te komen, dan wordt de ban opgeheven? Dan wordt de band opgeheven. En als hij dat dan toch doet, dan gaan we weer opnieuw bannen. Ja, maar goed, het laat zien hoe ver we zijn afgezakt. Ik bedoel, in deze discussie al een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest, maar tegenwoordig vinden we het normaal dat de mensen gewoon om hun mening uit de, bijna 30 landen uh, van Europa weren. Um, ja, dan gaat het nog over de Joodse elite. Um, ja, maar het stukje, dat... wat ze zeggen, het zet aan tot antisemitisme, dan wel duidelijk als antisemitisme beleefd kunnen worden. En ik heb het er met Mordechai nog over gehad. Hij zegt van hè, huh? maar als ik dit stukje lees, dan voel ik me juist niet antisemitisch bejegend. Want waar David eigenlijk voor waarschuwt, is dat de Joodse mensen worden misbruikt door Rothschilds en andere zionisten. Um, en eigenlijk als een soort cannon fodder... worden gebruikt. En hij zegt ook nog eens: it is time to put down the fault lines between Jew and Muslim, East and West, and come together in common cause to dismantle the control systems that impose it. Maar hier staat echt helemaal niks antisemitisch. Dus hier staat het tegenovergesteld, antisemitisch. Het staat, we moeten ons allemaal verbroederen om ons te richten tegen onze gezamenlijke vijand. En die staat niet naast ons, die staat boven ons. Dat is zijn boodschap. Maar dat is natuurlijk wel een hele schadelijke boodschap. Dus ik snap op zich wel dat ze David Icke willen verbannen. Ook stelt u dat de Israëlische overheid niet om Joden geeft en dat zij het land besturen namens het huis van Rothschild. Um. Ja, en dan staat er nog een heel stuk over uh, wat hij dan heeft beweerd. Maar het ironische is dat David Eyck is verbannen op voorspraak van deze Joodse vertegenwoordigers in Nederland. En het is niet een samenzweringstheorie, we hebben daar het bewijs van. Dit is een brief van het Centraal Joods Overleg. We hebben ook nog een brief van het Sidi die direct. Ik weet niet hoe ze aan het e-mailadres komen. Waarschijnlijk omdat Yesilcus gewoon lid is van die vereniging of die verenigingen. Um, maar ze hebben Yesilcus gewoon direct aangeschreven en gezegd... Uh, David Icke mag er niet in. Precies. Um, ja, ja, dit, dit is uh, de CBG-zaak. Dat waren de, 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 de opvallende uh, kenmerken die we hebben gehad van uh, David Icke. Later nog meer. Dit gaat over de CBG-zaak. En daar heeft Pels Rijken zich aangemeld. Nou ja, het is nu bijna standaard. Hè? Als de overheid een misdaad pleegt, dan moet, dan moet de clean-up guy eh, opdraven. Ja, en de rechtszaak tegen Bill Gates over vaccinatieschade gaat door. Rechters in Leeuwarden vinden zich bevoegd. Ja, ik, ik ben uh, hierover verbaasd, als ik heel eerlijk ben. We hebben hier natuurlijk een hele uitzending over gemaakt. En daar hebben we ook een stukje uh, dat incident behandeld. We hebben de hele zaak uh, van uh, recht op recht behandeld. Um, maar dit wordt een beetje gevierd, alsof er een enorme overwinning is behaald. Maar dan moeten we toch eventjes naar het vonnis kijken, Jeroen. Want het is natuurlijk hè, vooropgesteld, het is hartstikke leuk dat Bill Gates in de oude media... Uh, wordt vermeld in combinatie met vaccinatieschadezaak. Alleen is dat wel een stapje te ver, misschien, want de rechter heeft het beoordeeld prima facie. Nou, wat betekent dat, Jeroen? Nou, dat betekent eigenlijk dat uh, een hele marginale toetsing, hè? dus gewoon alleen maar op het eerste gezicht, hey, ik toets dan. Uh... Of daar iets, eh, iets van is. Kijk, wat het criterium is, en dat hebben we ook in onze uitzending behandeld. Er moet voldoende samenhang bestaan. Eh, nou, tussen dat is het tweede de... punt. Maar het, het eerste punt is eerst nog van: is de Nederlandse rechter bevoegd? Nou, via allerlei jurisprudentie. Dat punt heb jij volgens mij in die uitzending ook gemaakt. Van ja, het kan op zich wel. Het is niet direct gebruikelijk, want er moet voldaan worden aan allerlei criteria. Eén nou, <coughs> van het criteria. Is dat het een, inderdaad een samenhang moet hebben? En hoe werkt dat dan, Jeroen? Nou, dat betekent, kijk, als ik bijvoorbeeld drie mensen in dezelfde zaak heb, hè, bijvoorbeeld uh, het gaat om een fraudezaak en drie mensen zijn daarbij betrokken, en die wil ik wegens onrechtmatig handelen. Twee daarvan wonen bijvoorbeeld in Leeuwarden of in die omgeving, en eentje woont in het buitenland, dan mag ik die derde ook voor diezelfde rechtbank dagen. Hè. Dat is het criterium, dus er moet wel sprake zijn van hetzelfde. Uh, verwijt. Ja, wat onze opmerking was, is dat aan al die mensen worden zoveel verschillende dingen uh, verweten dat de vraag gesteld kon worden of er wel genoeg, genoeg uh, connectiteit bestaat tussen die partij. Nou, de rechtbank heeft nu geoordeeld van wel. Ik had daar mijn twijfels over. Nou ja, uh, maar... dat is dus ook mijn vraag. Want er wordt hier wel gezegd de, de, de verweten concrete onrechtmatige handelingen verschillen van de aan Hofstra? Uh, uh, verweten handelingen. Maar er is ook niet aangetoond door de eisers dat Gates en Hofstra in eenzelfde groep zitten of eenzelfde doel hadden. Er wordt alleen maar gesteld: ze hebben meegewerkt aan de great reset. En dat, dus ja, ik vind dat de rechter hier heel welwillend mee om is gegaan. Ik ben er niet uh, ongelukkig mee, maar ik ja, ben wel bang voor, is... voor twee dingen eigenlijk. Eén is, Precies. door het geintje van Gates zijn de slachtoffers. 10 maanden verder. Hè? Want nu in plaats van februari hoeft pas uh, november, eind november, begin december, de conclusie van antwoord hoeveel ingeleverd. En dan pas kan er iets gebeuren inhoudelijk. Dus het is allemaal tijdrekken geweest. En het is ook goed mogelijk dat de rechter zegt van joh, ik ga het gewoon inhoudelijk behandelen, en uh, dan schiet ik alles af. Ja, ik maak korte metten met al die beweringen die daar gedaan worden. En ik zijn we er in één keer ook vanaf. Terwijl, als je natuurlijk niet, als je jezelf onbevoegd had verklaard, was er een onbevredigend gevoel achtergebleven. dat men niet wilde oordelen. En dat dat dan in het voordeel uh, van uh, Gates uitgelegd zou worden. of van, uh, van de advocaten. van zie je wel, de rechter wil het niet beoordelen. Dus ik, uh, die al die. Uh, it, 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 op zich vind ik natuurlijk prachtig. dat uh, Gates uh, op. op op zich dat, dat een leeuwarrechter eh, nu die zaak wil gaan behandelen. Anderzijds zou ik zeggen: eh, ja, beperk ik, nog even je ja. verwachtingen. Want eh, ik denk niet dat hier heel veel uh, goeds uit uh, gaat komen. En de redenen waarom hebben wij denk ik uitgebreid behandeld in onze uitzending. Ja, het laatste wat ik erover wil zeggen: van, op welke manier is dit in het voordeel van uh, de slachtoffers? Precies, want daar gaat het uiteindelijk om. Het ging om vaccinatie-slachtoffers. En die zijn met deze zaak, ik zie het in ieder geval niet hoe die hiermee uh, gediend zijn. Maar we wensen ze, laat ik dat wel zeggen, we wensen ze succes. Als ze winnen, zou het hartstikke mooi zijn. Ja, en dan komen we bij het Universiteitsblad. Die heeft nog even een, uh, een artikel geplaatst over mijn uh, gastoptreden, uh, gastlezing of gastcollege, avondcollege, wat ik daar gegeven heb. Bij de Utrechtse rechtenfaculteit. Um, en dat heeft kennelijk zoveel tractie gehad, ook op uh, Twitter en in sociale media. Het is ongelooflijk, het is inmiddels tienduizenden keren bekeken. Het, uh, dus ik denk dat we daar niet uh, op gerekend hadden. Um, ja, ik, vind, ik vond het. Uh, er wordt gezegd dat ik een. Defense, ze betreurt echter wel de defensieve houding van Pols tegenover de kritiek van de aanwezigen. Evenals de manier waarop hij andere opvattingen afwimpelt. Het ging niet over opvattingen, Willem. Het ging over feiten en het ging over juridische duiding van die feiten. Het ging helemaal niet over, meningen over ik, opvattingen. Ik heb het college gezien en, en je moet die defensieve houding erin willen zien. Want wat heb jij vooral gezegd? Geloof mij niet, doe dat onderzoek. Op welke manier is dat defensief dan, als je zegt: ja, geloof mij niet, maar doe het onderzoek? Ja, ik, ik zie het ook niet. En een ander punt wat er nog in het artikel stond: dat het in strijd met de afspraken geweest zou zijn dat die video verspreid zou worden. Nee, het was voor mij een voorwaarde dat het opgenomen werd zodat wij het op onze kanalen konden zetten, zodat ook andere mensen. Uh, die uh, van die, uh, dat avondcollege uh, profijt konden hebben en er kennis van konden nemen. Dus het is vooraf besproken en de camera's stonden daar. Dus ook dat is gewoon, het is niet waar uh, dat dat uh, niet afgesproken zou zijn. Maar goed. Uh, nou, ik, ik het vond het een, 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 een uh, redelijk artikel, want er werd wel gezegd: we staan vierkant achter het uitnodigen van pols. Dus. Uh, ja. We zijn al een heel stuk opgeschoven. Ik ben drie keer uitgenodigd en alle drie keer gecanceld. En uh, deze mocht doorgaan. En wat er ook nog eens werd aangehaald in het artikel is: ja, het is nu post-corona, dus nu is het niet meer zo omstreden. Als het om Palestina of Israël was gegaan, dan was je niet uitgenodigd, Jeroen. Nee, precies, daar, daar, staat, daar zit een ben op, maar er blijft een feit dat uh, er is niemand die de door mij uh, naar voren gebracht feiten en juridische analyse inhoudelijk betwist heeft of daar argumenten tegenin heeft gebracht, hè? dus... Uh, en daar zou het eigenlijk over moeten gaan. En de enige, je hebt zelf gezien, het ging over: moeten we opa niet beschermen? En uh, hoe belachelijk is het dat wij niet de hele bevolking op gaan sluiten om uh, mensen van 81,5 jaar ouder te beschermen ja. tegen een griep? Ja, wat, wat ik uh, alleen daarover kan zeggen, is dat deze student dus. Heel goed laten zien hoe effectief die brainwash methode is. Ja. Ik geloof best wel dat ze wel wat geleerd hebben daar over wat waar staat en de, hoe de, de wetsteksten luisteren. Maar zodra je met feiten aankomen die niet kloppen in hun wereldbeeld en die hun confronteren met ja. eigen uh, uh, ja, dubieus gedrag, dat alles wordt weggegooid en er weer gewoon op het limbisch systeem wordt overgeschakeld. Medewerker Rotterdamse politie ontslagen om grensoverschrijdend gedrag richting uh, burgers. Het ging om ongepast uh, gedrag. Ja. Ja, en hier wordt een politieagent on ontslagen. Hou het even in gedachten. Gaan we naar de volgende. En met het dreigen van een taser wordt agent niet ontslagen. Het artikel gaat verder. Um, ter, he, ter verdediging voor het gebruik van die taser. Van ja, maar... Um, vlak ervoor had ik nog op cursus gehoord dat we minder terughoudend moesten zijn met het gebruik van het stroomstootwapen Hey, dit is aanzetten tot. En die rechter die verlost hem dan ook, want die snapt ook wel. Ja, hij heeft precies uitgevoerd waarvoor we hem hebben op pad gestuurd. Maar we moeten natuurlijk net doen, alsof hij uh, een, uh, een tik op de vingers heeft gekregen. Dus nee, de instructies waren duidelijk. Alleen bij aanhouding uh, of geweld. Maar is het misbruik van gezag? Nee. Huh? Hoe, hoe past dat dan bij elkaar? Ik denk, ik heb de zitting niet gezien, maar dat die rechter zo zat, alleen bij aanhouding en geweld. Knipoog, knipoog. En zei van, nou, je krijgt verder geen straf voor. Een uh, follow the money, de politie bewaart alles van iedereen altijd. En dat is in strijd uh, met de wet. En dan constateert ze uh, de money dat de politie al jaren geen gegevens meer verwijdert, namen en adressen van burgers, informatie over verkeerscontroles en details over huisdieren. Het wordt allemaal bewaard voor het geval dat het ooit van pas komt in een cold case. Ja, ik heb het artikel gelezen, Willem, en ik zou je zeggen: het lijkt een veelbelovende titel, maar men rechtvaardigt het een beetje. Van ja, je weet ja, nooit waar dat nog van komt. Maar pas het is een volle de the money, hè? Volle de money is een fout krantje. Uh, toch vind ik het grappig. Wat ze daar schrijven. Hè. Op 7 december 2018 vroeg Korpschef Erik Akerboom en zijn plaatsvanger Henk van Essen aan de toenmalige minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus. om steun voor hun besluit om de software niet te activeren. Oftewel om de wet te negeren en om de gegevens die ze hadden verzameld, niet alleen over daders, maar ook over slachtoffers en getuigen, om die gewoon wel in het systeem te houden. En dit hebben wij al vaker persoonlijk meegemaakt. Hè? Dat je vraagt om verwijdering... of zegt van... maar die is toch al lang verjaard. En dat het nog allemaal... in het systeem staat. Zij je niks weg. Behalve... Ja, nee. Uh, ja, baba, daar komen zo ja. Maar kijk... ik snap het... stamp het ook wel. Hè? Kijk, dat is hetzelfde... ze hebben gekeken naar... hoe werkte de stasi... en de stasi die bewaarde... tientallen jaren... Elk gegeven wat ze binnenkregen over elke burger. Want je weet nooit waar je dat nog handig voor kan zijn. Dus daar hebben ze van afgekeken. En dus. Eh, fuck al die uh, AVG-wetgeving en die wet politiegegevens. En weet ik wat allemaal. We bewaren gewoon alles. Je weet nooit waar het nog goed voor is. Ja. Het artikel doet oh, maar... net alsof het in het midden is. Maar het is dus gewoon de wet. Die wordt gebroken door de politie. Het is een misdrijf. Hier komen we op uh, ChatGPT. Het, het gaat dan over de bewaartermijn van camerabeelden. En hier staat weer van ja. Ze moeten dat als het als bewijs dient in strafzaken. Bijvoorbeeld de dronebeelden van de demonstratiezaak. 28 maart 2021. Die deze week weer is begonnen. en de komende paar weken voortduurt. Vandaag of uh, donderdag was de eerste dag. <coughs> waar. Uh, Overigens de, het openbaar ministerie nieuw bewijs wilde aanleveren. En op de vingers is getikt door uh, de rechtbank. Of het hof moet ik zeggen. Uh, en waar ze ook aanhaalde dat de rechtvaardiging voor het noodbevel COVID-19 zelf was. Ja, het, het wordt steeds gekker. Maar het punt waarom we dit hebben aangehaald. Is dat in deze zaak zijn de drone zoek. Specifiek voor dat tijdstip op die datum. Kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Maar ze gooien niks weg, hoor. Ze gooien niks weg. Nee. Behalve als, je, als het in jouw voorstel is. Ja, ja precies. Is ja. Ik denk ook aan de, aan de beelden van de brandstichter op, op Fort Oranje. Die waren ook zoek, toch? Die hadden jullie ook ingeleverd. Ja. Ja. ja, aangifte gedaan, uh, bewijzen aangeleverd. Ja, Toen waren ze zoek en uh, natuurlijk nooit uh, een brandstichter veroordeeld. De groep soevereine en Autonome groeit in Nederland. Hoe zit dat in Friesland? <coughs> Ja, dit is nu die angst aanwakkeren naar autonome. Hè? Er is echt een razzia gaande. Er zijn er inmiddels al dertig aangehouden. Volgens mij zitten allemaal vast. Ja, en dan deze. Hij bedoelt het waarschijnlijk goed. Hè? Dus politiechef over Nederlanders die soeverein willen leven. Zet ze niet neer als wappies. Want dat is namelijk het allerergste wat je tegen iemand kan zeggen. Ja, en dan wordt er nog gezegd. Als deze personen die de rechtsstaat verwerpen. Het tegendeel is waar. Hè? Dus het is juist. Dat zij de rechtsstaat steunen. Alleen die rechtsstaat bestaat niet meer. Maar hoe dat ook omgedraaid wordt. Hè? Rechtsstaat eh, wordt tegenwoordig gezien als een staat waarin de overheid het recht tegenover de burger handhaaft. Hè? Dus niet de grondrechten, maar gewoon eh, repressief optreedt. Dat wordt tegenwoordig als rechtsstaat beschouwd. Hè? Dat heeft een, een beetje een definitiewijziging eh, door, doorgemaakt. Maar we moeten in ieder geval hun zorgen serieus nemen. En dat doe je door uh, gesprek te in gesprek te gaan. En je weet wat een gesprek tegenwoordig is: je luistert en doet er vervolgens uh, niets mee. Dat is een, een gesprek in uh, de, de ogen van het huidige bestuur. Waarom laten zorgverleners zich niet massaal vaccineren? Het zijn net gewone mensen. Nou, gewone mensen laten zich dus niet vaccineren. Hè? Even duidelijk, dat is de strekking. Van dit artikel. Eh, dat zijn gewoon verstandige mensen, dan doe je dat niet. En dat zijn dus ook. Nee, maar er zit nog iets anders bij. Ik denk dat die, die zorgverleners ook denken: van ja, dat is dubbel werk. Dan ga ik iemand vaccineren en uh, een dag later moet ik me gaan behandelen. Dus uh, ik kijk wel uit. <laughs> uh, hoi Willem, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van mijn verhaal in jullie uitzending. Uh, ja, Dit gaat over de situatie van haar dochter, die is ja. uh, gedwongen gevaccineerd. Uh, ze heeft nog contact gehad en ze is in ieder geval blij dat er aandacht voor krijgt, want uh, het gebeurt waarschijnlijk veel vaker dan in ja, de. En het geval. belangrijkste is: er komt een onderzoek qua de situatie rondom mijn dochter. En ook wordt er iemand van de wet zorg en dwang bij betrokken, omdat het dusdanig ernstig is. Nou, ik heb inmiddels een volgende update gehad. Uh, het zorgcentrum maakt zich grote zorgen, dus wil nu druk uitoefenen en gooit het op uh, uh, prikangst. Dat ze het daarom hebben gedaan omdat uh, ze gewoon over de angst heen moest worden geholpen. Uh, ze zijn in paniek. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat uh, ontwikkelen. En een uh, ex explosieve toename in het gebruik van uh, hartmedicijnen bij jongeren tussen de 15 en 44 jaar in Noorwegen nadat het uh, vaccin uh, uitgerold is. Um, ja, we hadden het al in het vorige gesprek erover. Dit is ook wat uh, Alkema heeft onderzocht in Nederland, omdat wij de, de getallen zijn niet te vertrouwen van LAREP. Maar als je nou gaat kijken naar welk medicijngebruik enorm is toegenomen. Sinds de vaccina zogenaamde vaccinatierondes, dan kan je dus ook een inschatting van het echte aantal uh, bijwerkingen zien. En dat is dus schokkend, dat is ook wat ze dus nu in Noorwegen hebben gedaan. En dan zie je dat het uh, met, uh, voor, in, uh, voor de jongeren uh, hartmedicijnen uh, met 20% uh, gestegen is uh, na de vaccinatie. En het grappige is. Of het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het stijgt nog steeds keihard door, Willem. Als je ziet ja. hoe die uh, stijgende lijn gaat. Ja, maar dat, dat is toch een beetje uh, wat ze proberen alsmaar uh, te verzachten. En dan komen we zo nog bij een wetenschappelijk artikel op. Hè, over het algemeen was het, uh, was het verloop zacht en het herstel snel. Nee, bij myocarditis. Die hartspier, als daar eenmaal littekenweefsel is, dat is niet iets wat zich herstelt. Dat litteken blijft er altijd. En het geeft een hele slechte, slechte prognose voor de toekomst. Dus het is niet zo dat het een, een zachte vorm is om een volledig herstel van Myocarditis. Het is een ernstige aandoening en COVID-19 infecties tijdens de eerste golf... die zijn gelinkt aan hoog risico op hartaanvallen en in, uh, infarcten. Ja, 11 oktober lijkt... 2024. Ze proberen het gewoon nog een keer. Hè? En dan gaan we naar dat onderzoek waar ze naar verwijzen van... oh kijk, COVID is ernstig, hè? daar kan je hartaanvallen van krijgen. En dan zegt ze, van, ja, oké, okay, ze hebben een groep gevolgd... tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 met positieve tests. En ik, ja, ja maar toen waren er nog geen prikjes. Oké, okay, maar uh, long-term... Uh, ze zijn duizend dagen gevolgd. Mijn vraag is dan: zijn ze allemaal geprikt? Ja, natuurlijk zijn ze allemaal geprikt. Ja, dat, uh, daar ben ik ook bang voor. Uh, wat wel opmerkelijk is, is dat uh, uh, de niet-O-bloedgroepen extra uh, gevoelig waren. En dit zijn natuurlijk interessante dingetjes van de gentherapie. Ja, maar waarom ik denk dat ze geprikt zijn. Kijk, we hebben zelfs gezien bij die, de, de, die fase 3-studies. dat men ook de controlegroep ja. gewoon even geprikt heeft. Want anders zou het namelijk oneerlijk zijn dat zij geen prikje ja. zouden krijgen. Nou, daarmee is natuurlijk elk resultaat van je onderzoek is waardeloos. En eh, hiermee is en dit onderzoek ook. Het zegt dus niets over de correlatie tussen COVID-krijgen. Uh, in, 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 Artery disease maar. krijgen Sterker disease. nog, het is het verbloemen Van de, de, de prikbijwerkingen Ja Want Hier zien we duidelijk, een Japanse studie <coughs> Dat is een significante uh, uh, een Grotere kans Van myocarditis en pericarditis uh, Zeker Bij jongeren hè? Dus Bij jonge mannen was dat extra groot Nou, Dat is iets wat we al wisten Gaan we naar de volgende er is nog een keer, hè? er zijn inmiddels honderden artikelen uitgekomen. We hebben de meeste ervan op onze website staan, bij Kennisbank. En die laatste uh, twee regels zijn van belang. Dus onder de uh, uh, jongvolwassenen en kinderen, uh, myocarditis en pericarditis zijn gedocumenteerd alleen in de groep die de prik hebben gehad. En de voorkomst was 27 en 10 uh, cases uh, per miljoen ja. uh, na de eerste en tweede dosis. Uh, wat hier staat is dat het echt typisch een bijwerking is van de prik, want de niet geprikte hebben dit niet gehad. Ik neem aan dat Martin Keulemans al gereageerd heeft op dat artikel, hè? want hij stond altijd als eerste om te vertellen dat de Long Covid eh, de oorzaak was van uh, ja. al die gevallen. En, ja. maar hij is volgens mij heel stil geworden laatst. Of is hij op vakantie gegaan? Of is hij uiteindelijk toch opgenomen eh, om zijn uh, uit zijn om, om zijn psychose te behandelen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, wat moeten we hier nog over zeggen? Hè? Dus er wordt ook weer de link gelegd van hey, na die uh, vaccinatie, wat we dan zien, is dat we die switch uh, uh, zien in de specifieke. Uh, antistoffen gaat het van IgG1 naar IgG4 volgens mij uh, en daarmee wordt het immuunsysteem onderdrukt en dan krijg je uh, kans op kanker en die kans op kanker wordt nog vergroot want Kevin McKernan um, die we ook een paar keer de uitzending hebben gehad een van de hoofdonderzoekers van de Human Genome Project. Eh, die is ook als eerste naar buiten gekomen met die DNA-contaminatie. En wat hij daarin heeft gevonden was dat dat DNA ook nog actieve promoterregionen bevatte. onder andere van dat SV, eh, Simian virus 40. wat in verband wordt gebracht bij de voorkomst van kanker. Nou, wat hij hier laat zien gaat over dat hij een hele hoge concentratie heeft gemeten. die niet van het vaccin afkomstig kan zijn, maar wel de code heeft. Die in het vaccin zat. En dat heeft hij dan ge gemeten bij een biopsie van een tumor. Dus wat is hier de meest waarschijnlijke route? Dat prikje heeft die vervuiling meegenomen, is opgenomen en geïntegreerd door een cel. Die cel is uh, uh, een tumor geworden, want die uh, is uh, gaan woekeren. En op die manier is eigenlijk het mechanisme van de turbokanker, denk ik, uh, verklaard. En nog een artikel waar uh, veel uh, in, de, in de bewuste media en, uh, en kanalen heel erg uh, paniekerig over werd gedaan. Is van er zitten allemaal gevaarlijke stoffen in die prikjes. En dan zeg ik ja, er zitten gevaarlijke stoffen in. Maar dat is vooral met wat we net hebben behandeld. De, 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 de liposomen, de RNA zelf, de spike proteïne en de DNA-vervuiling. Is allemaal heel ernstig. Maar moet je nou echt druk gaan maken over spoorelementen? Uh, zoals thorium ja, en ruthenium. En dan zeg je, ja, ja, er zit ruthenium in. Dat is hartstikke giftig. Ja, maar wel 0,007 microgram per liter. Ja, het is heel knap dat ze het hebben kunnen meten. Maar is dit klinisch of is zelfs toxicologisch relevant? Nee, mensen. Uh, let's calm down. Laten we kijken naar of er echte vervuilingen in zitten. En dan gaan we naar plots en onverwachts. En, uh, BBC News. Uh, een 54-jarige oude man die zegt hij was fit, gezond en rende 10 kilometer op de meeste dagen. Totdat hij een pfizer covid booster kreeg. Tragisch. Een 63-jarige vrouw overleden in vijver in eigen achtertuin. Ze is nog geprobeerd te reanimeren en dat is dus niet gelukt. Ze is overleden. En Rapper K is met de leeftijd van 52 jaar overleden, en het is niet, niet bekend eh, wat, eh, waaraan. Verschrikkelijk op eh, EK gravel Italiaanse amateurrenner overleden aan hartaanval. Hij overleed ter plekke. <tied> Amnesty die zegt gezichtsherkenning om mensen te identificeren moet verboden worden bij demonstraties. En uh, zij doen dat vooral, zij concludeert dat op basis van onder meer observaties van demonstraties tussen 2022 en 2024, interviews met politie. Ja, 2021 en 2020 telt kennelijk niet mee, want dit is iets wat we al uh, heel vaak aan de orde hebben gesteld. En ook hebben we aan de Venice uh, Commission de uh, guidelines voor uh, uh, peaceful uh, assembly dat het eenvoudigweg verboden is. Er is helemaal geen discussie over ja. mogelijk. Het mag eenvoudigweg niet. Ik heb maar hier kennelijk... uitgebreid contact over gehad met Amnesty, en ik moet zeggen, dus goed contact geweest. Ze zijn geïnformeerd, of ze waren nieuwsgierig naar wat we allemaal hadden meegemaakt. Dus wellicht heeft dat toch bijgedragen aan dit artikel. We zijn er nog niet, maar dat Amnesty het aankaart, is, denk ik wel een goede. En het gaat natuurlijk, Amnesty staat veel dichter bij al die uh, linkse Astroturf actiegroepen. Hè. Dat, dat snap ik. Ja. Uh, ze waren er niet voor ons, maar wel voor de klimaatdemonstranten. Uh, toch, nu de klimaatdemonstranten uit de mode zijn en ook onder de bus worden gegooid, uh, zien ze dat het een systemisch probleem is. Dus als je de overheid. Uh, overal mee weg laat komen, uh, dat dan ook jouw lievertjes aangepakt worden, uiteindelijk. Zo werken regimes. En ja, dan we nog even uh, uh, reclame maken. Uh, uh, Nova Academia uh, moest de naam wijzigen. We hebben dat laten zien. De lawfare is in die zin gelukt dat uh, de naam is gewijzigd. Dus het is nu Academia Liberamentis. Dat betekent de vrije geest. Op 9 november doen we een limited edition. Dus dat is ook een, een, niet alleen qua zitplekken uh, limited, maar ook qua uh, grote limited. Um, met de volgende sprekers. Uh, Dolf uh, van Wijk, Paul Freiters, Tjeerd Andringa, Willem Engel, Kees van der Pel, Kees van der Bos van de Wopstukken en uh, Dieter de Wacht. Die zullen allemaal een update geven, uh, voornamelijk over uh, waarheid en onderzoek en waar we nu staan in het regime. Ja, en hier staat het e-mailadres waar je je kan aanmelden, aalm 24 protonme Goed, uh, volgens mij zijn we er daar weer doorheen. Hebben we het gered om binnen een uur... Uh, bijna, af... bijna. Het is iets meer dan twee uur geworden. Oké, okay, nou, de volgende keer gaan we het weer proberen. Uh, in ieder geval, uh, tot de uh, volgende en tot de uh, bonusuitzending. Tot ziens.